U luistert naar Vrijheid Radio. Ja, dames en heren, jongens en meisjes, dit is weer een nieuwe aflevering van Vrijheid Radio. Leuk dat u luistert. We zitten hier gezellig in Café Libertaria met op dit moment Peter en Jochie. Mijn naam is Johan. Als het goed is, komt Lucas er ook nog zo bij. En ja. Goed, ja. Je bent voel je vrij om in de chat te reageren. Dan kunt u met ons interactief zijn. Flabbergast, die doet het al, zie ik zo. En ja, wat kan ik verder nog allemaal zeggen? Verder niks nieuws, hè? Oh ja, we hebben een protestmars gelopen, Peter en ik. Ik wil net zeggen, ik wil wel horen hoe dat het met jullie protestmars is geweest, maar ja. Die zal nog wel komen. Ja, nou ja, Peter, vertel jij, voor jou was het de eerste keer, hè? De eerste keer dat ik überhaupt demonstreerde, ja. Ja, ja, wat ik opvallend vond is dat toen ik daar naartoe ging, dat je dan, ja, eerst wat mensen ziet die gewone toeristen zijn of gewone mensen die wat in Amsterdam wat anders komen doen. En hoorde ik eentje van zeggen, moet je kijken, die gekkies. Dus die zien gewoon wat mensen lopen die daar een demonstratie gaan. Die zeggen, oh, die is een gek. En dat vond ik wel frappant. Ja, dat ze dan gewoon geen flauw idee waar het over gaat. Of waar die mensen voor staan. En, maar je ziet iemand met een spandoek lopen. En dan zijn ze gek. Maar voor de rest, ik was onder de indruk van hoeveel mensen er was. Het was echt wel een stroom mensen van, ik denk wel, ja, 2 uur of zo kan er denk ik wel lang mensen voorbij zitten. Misschien wel meer. Ja. En ja, en de stemming was ook wel, ja, was wel gemoedelijk. De politie is niet in actie gekomen, voor zover ik weet. Ik zou ook nergens op geslagen hebben. Nee, ja. Ik heb er ook niks over gelezen dat er ongeregeldheden zouden zijn of iets. Ik had natuurlijk zelf opgeroepen om de start van de Formule 1 te gaan protesteren. Maar het was op zich ook wel mooi op deze manier. Heel gemoedelijk. En ja, het heeft ook. Ja, wat moet je erop zeggen? Ik bedoel, de tijd gaat gewoon door. De regels die blijven gewoon van kracht. Er is helemaal niks veranderd. Ja. Weet je, dus, ja, je vraagt je altijd af hoeveel het uitmaakt, inderdaad, zo'n protest. Het is eigenlijk meer het idee van, oh, je bent niet helemaal alleen. Ja, precies. Nou, je kan met wat gelijkgestemden praten en elkaar ontmoeten, inderdaad. Dat is zo. Ja, dat vind ik wel, vind ik wel het waard. Maar ik denk dat er gewoon toch niet genoeg draagvlak is nog, in ieder geval nu, om dit tegen te gaan. Ondanks dat heel veel mensen toch al moeten beseffen dat het hele verhaal niet klopt. Hebben ze nou eenmaal een standpunt ingenomen en daar komen ze niet meer op terug, denk ik. Nee. Want anders dan zouden ze ook, als ze erop terugkomen, dan moet dat eigenlijk aangereikt worden, zeg maar. Van jullie kunnen nu je mening wijzen vanuit de media. Ja. Het valt mij wel op als ik dus de media volg en wat reacties hoor, hoe gepolariseerd dat de gemiddelde Nederlander, laat het anders zeggen, degene die deze journaals nog steeds maar blijven geloven, de NOS-journaals, hoe diep dat die in hun angst zitten en dat die dus echt mensen die dan langs de kant van die protestactie staan en dan, en wat vindt u ervan, meneer? Ja, ze zouden al die mensen moeten arresteren, want het is levensgevaarlijk wat er hier gebeurt. Nou, en dat je dan echt denkt van, joh, hoe kan het toch dat iemand zo in zo'n staat van zijn verkeert? Hoe is het zo ver gekomen dat we het zo lang maar hebben aanlopen, kijken en geaccepteerd dat er gewoon de helft van de tijd glasharde leugens verteld worden. En dat je denkt van, ja, ik ga er maar niks van zeggen, want het is net zo gezellig en dan verpest ik de sfeer. Ja, en het rare is ook dat dan zie je zo'n artikel staan met een foto van een hoop mensen, dat was ergens anders voor, en dan bij Linda of zo. Ja, de schrik slaat je om het hart als je die mensen bij elkaar ziet. Dus het is nou gewoon als je een groep mensen bij elkaar ziet. Wat altijd de normaalste zaak van de wereld was. Dan schieten mensen kennelijk helemaal in de stress nou. Dus ze zijn helemaal geconditioneerd. Ja, dat ging over die Formule 1 race. Oh, was dat die Formule 1? Ja, dat ging, dacht ik, over die Formule 1 race. En dat ze dus zeiden bij die foto's van de mensen die naar een stoeltje liepen van, nou,
Dus het, ja, er stond inderdaad iets van, het is de schrik zit, nee, ik weet het niet meer precies, maar echt, het was een soort van, u moet bang zijn. Dat hoor je er niet bij. Ja, wat ik ook, dat had je in Amerika, had je dat al met die Sturgis Motorcycle Meeting, dat is een hele grote bijeenkomst van motorcycle fanaten. En er werd gezegd, oh, dat was een enorme superspreader event, en die en alle andere evenementen, Lollapalooza in Chicago, ook hele grote massale bijeenkomsten, Black Lives Matter demonstratie, dat was allemaal geen probleem. En je ziet ook dat mensen daar niet alleen in meegaan. Maar ik hoorde laatst ook van iemand die zei van ja, dan was er zo'n anti-lockdown demonstratie. En daar liepen wat, ja, het leken daklozen rond met een spuitbus te mensen te bespuiten. Alsof ze misschien nog in staat zijn om de realiteit een handje te helpen, laat ik maar zeggen, bij het verwerken van deze narrative. Dat de ene demonstratie is vreselijk, de andere die, ja, daar hoor je dan niks van. Nee. Maar ja, goed, ja, we gaan zo meteen nog verder praten over de demonstratie en alles. En we hebben een berg nieuws. Dus laten we gewoon beginnen eerst met het vaste rubriekje, ja. Goud, zilver en de bitcoin, de staatsschuldmeter, et cetera, et cetera. Laten we beginnen even met de bitcoin, daar valt een hoop over te vertellen, dus daar eindig ik mee. Laten we gewoon even beginnen met de staatsschuldmeter. Die staat op 374,3 miljard in het rood. Dan hebben we nog, even kijken hoor, goud en de olie. Goud is 1795, net onder de 1800. Dit is goud. Zilver is 2408, olie is net onder de 70, 69,30. Ja, dan hebben we de marihuana-index. Ja, de website is nog steeds in onderhoud. Maar de bitcoin, die kunnen we wel even doen. Ja, de bitcoin is flink gezakt, zoals hij hier... oh, Josje staat er net voor. Oh, kut. Als ik hem omhoog doe, gaat hij... shit. Hier hebben we hem. Even kijken, hoor. Josje kan commentaar geven op de grafieken. Ja. Kijk, die hier zien naar beneden gaan. Ja, ik kan wel wat zeggen. Ik kan wel wat zeggen erover. Want we hebben een supercrash gehad. 10% ja. Of zo. Nee, niet supercrash. Ja, we hebben een supercrash gehad. Zo is het maar net. Ik ben op mijn website schulden.nl. Ben ik verhaaltjes aan het schrijven sinds begin van deze maand. En het gaat voornamelijk over de manipulatie van het narratief. Via, of in ieder geval in crypto, om het dan maar zo te zeggen. En dit wat er in de afgelopen 24 uur gebeurd is, past eigenlijk heel mooi in het verhaallijntje wat ik dus vanaf 1 september aan het opstarten ben, of aan het vertellen ben. Dat is dat er een bepaalde groep mensen de bitcoin gebruikt, net als heel veel andere dingen, om hun verhaaltje te vertellen. En in dat verhaaltje van die mensen... Is bitcoin alleen iets voor criminelen die drugs willen kopen of die iets anders illegaals doen? En het is de meest verschrikkelijke manier om geld op te slaan, want het is hartstikke milieu-onvriendelijk en ga zo maar door. En dus, als het eerste land ter wereld bitcoin gaat accepteren als legal tender, dan moet daar een bepaald narratief overheen gesausd worden of een bepaald sausje overheen genarratiefd. Ik weet het ook niet wat ik zeg, maar... dus er moet een bepaald verhaaltje verteld worden. En dus op het moment dat dat land El Salvador bitcoin accepteert, crasht de koers met meer dan 10%. En op die manier ben je gegarandeerd dat elk nieuwsmedium wat in de komende 24 uur gaat berichten over het nieuws dat El Salvador bitcoin heeft geaccepteerd, gaat ook zeggen, en bitcoin is vandaag 10% in waarde gedaald met een enorme crash. Nou, en dan heb jij weer even ervoor gezorgd dat alle mensen die belasting betalen voor jouw uit de hand gelopen hobby's, dat die gewoon weer met een gerust hart naar bed kunnen gaan, want die hebben dan het gevoel van, oh, de bitcoin is weer hard gecrashed, jongens. En, de euro's en mijn dollars zijn toch een stuk veiliger. Ja, precies. Dus voor mij is dit echt de manipulatie ten top. Ik roep het al een paar jaar. Ik heb ook gezegd dat die hele COVID getimed is
één maand voor de Bitcoin blokhalving en dat het allemaal geen toeval is en zo. En nou, je mag me noemen wat je wil, maakt me niet uit. Ik draag een clownspak als ik stream. Dus. Maar dit is echt ja, de reinste manipulatie. Gewoon om in de krant maar te kunnen vertellen dat Bitcoin onderuit is gegaan. En het is hartstikke duur om dat te doen. En het kan alleen maar omdat er zo weinig mensen in de wereld nog maar meedoen met Bitcoin. Want anders dan lukt het niet. Want ze kunnen het niet manipuleren. Je kan niet Bitcoins bijdrukken. Je kan alleen tijdelijk eventjes de prijs onderuit crashen. En ja, jezelf eigenlijk wat tekort doen financieel. Je moet ze in beslag nemen, die Bitcoin. Ja, bijvoorbeeld. Nee, of je verkoopt alle andere muntjes rond die Bitcoin heen. En dan verkoop je die Bitcoin, heb je weer een paar Bitcoins extra. Maar de hoeveelheid munten die ze in voorraad hebben, neemt wel degelijk af. En het kost ze wel degelijk geld. Ja. Ze kunnen dat niet oneindig doen. Maar zoals je achter me ziet, dan zie je dat Bitcoin niet de enige slachtoffer was van de jaarlijkse september zelf. Nee, de rest gaat natuurlijk allemaal netjes mee in solidariteit. Nou, dat hoeft niet meer, hè? Want vroeger was het inderdaad zo, omdat je had Bitcoin nodig om die andere munten te kunnen kopen. Maar die kan nu ook al direct, nou sowieso toch 20 kan je al direct stable kopen. Stablecoins. Kan je ook kopen. Stablecoins. Nou ja, er was met uitzondering van ADA gingen de meeste, want ik heb nog even gezocht naar wat de reden was. En wat je toch vooral overal hoorde bij alle mensen die hierover hadden. Was die, ja, die zeiden, ja, het is gewoon september zelf en zo. Maar de Cardano was weer een ander verhaal. Want daar was, die is ook flink naar beneden gegaan. Terwijl daar een hoge, verwachting was van die nieuwe vork, weet je wel. Dus ze gaan dat... Smart contract. Zeg je? Smart contract. Ja, wat uitgerold wordt. Nou ja, wat was er nou aan de hand met Cardano? Ze zijn bezig met het uitrollen daarvan en ze zijn er nog flink aan het testen. En er was een groep die had hun DEX van Ethereum gehaald en die wilde het op Cardano zetten. En dat werd getest. En daar was een klein foutje, hè, want ze hadden Ethereum heeft een andere programmeertaal dan Cardano. Dus met dat omzetten daarvan hadden ze een klein typfoutje gemaakt, denk ik. En daardoor werkte het niet goed. En ze hebben een eigen Twitter-kanaal waar ze gewoon elke keer een update geven van wat er allemaal gaande was. En nou hebben mensen dat gelezen en zonder kennis van zaken hebben ze dat allemaal overgetypt en geretweet. Met het bericht erbij, oh jongens, het gaat helemaal fout bij Cardano. Want ze hadden, omdat er een klein foutje was, hadden ze dat waarschijnlijk een lokale testkanaal of zo. Hadden ze stilgelegd totdat het foutje weg was. En dat hadden ze dus, die tweet hadden ze dus geretweet. Met de meldingen bij van, oh jee jongens, het gaat helemaal verkeerd met Cardano. En het is helemaal mislukt. En dat werd allemaal geretweet steeds door anderen. En uiteindelijk was een van de bekendste YouTubers binnen het Cardano wereldje. Want die hebben ook allemaal hun eigen vloggers. Deze heette dan Alex. Die riep dus op om alle Cardano te dumpen, want het gaat helemaal omlaag. Ja, een hoop fut dus, een hoop fake news. Ja, een hoop fut, zoals je dat noemt. Dus terwijl er eigenlijk niks aan de hand was. Nou ja, er werd gemanipuleerd op veel niveaus en dus ook met dit. Okay, ik denk niet dat hier de CIA achter zit of zo, hoor. Dit is gewoon mensen die geen kennis van zaken hebben en dan bepaalde iets proberen te interpreteren. Ja, maar wat altijd het geval is hierbij is dat het sentiment was gewoon over de hele cryptomarkt euforisch. Dat betekent dat er een enorme berg mensen gaan en met een hele grote hefboom gaan ze met veel leverage er long zitten, denkend van nou, dan ga ik 6 keer zo hard omhoog. Ja, dan krijg je natuurlijk gewoon vanzelf een liquidatie die ze er allemaal uitmikt. Want je hoeft het maar een beetje naar beneden te verkopen. En je krijgt allemaal liquidatieorders. Dus short gaan is dan nog bijna een zekere winst. Dus wat professionelere beleggers die gaan gewoon een berg short. En het is geregeld. Maar als je sentiment zo heel erg sterk is en greedy. En dan nog long gaan met factor flink. Dat is niet verstandig.
Ik ben, in de afgelopen paar dagen met iemand bezig die nu nieuw is in crypto. En die stelt me dus ook 101 vragen. En die zei dus meteen nadat het gisteren gebeurd was. Oh, en dit verlies kom ik nooit meer te boven. De prijzen komen nooit meer terug. Ik zeg, joh, dit is de dagelijkse swing van een cryptomunt. Ja, ja. Wend hem maar aan. Je moet hem gewoon maar even terugscrollen in de tijd. En dan zie je gewoon dat voor dit mij is het echt. Joh. Voor mij is het echt gewoon pure manipulatie van het sentiment en gebaseerd op niks, maar allemaal gewoon lucht. Om het verhaal te kunnen vertellen, El Salvador maakt de verkeerde keuze en waagt niet als overheid om dezelfde keuze te maken. Ja, persoonlijk heb ik wel een andere mening over El Salvador hoor. Ik bedoel, ja, ik volg zelf al iemand die is daar daadwerkelijk aanwezig. En die is er al achter gekomen dat hele... Ja, Bitcoin verhaal in El Salvador, ja, dat je kan daar niet eens gewoon met je Bitcoin betalen. Je moet die Strike wallet hebben en dan kan je alleen maar met andere mensen, en daarvoor moet je een KYC doen. Moet je al je gegevens moet je overhandigen en dan kan je alleen maar betalen met mensen die ook een Strike wallet hebben. Snap je? Maar er was een tweet, die had 26.000 retweets, dat iemand die had toch echt in McDonald's in El Salvador met zijn Strike wallet een ontbijtje gekocht. Het was gelukt. Die McDonald's daar, die heeft ook een Strike wallet. Ja. Nou ja. Al die merchants die hebben er een, dus het is een hele gesloten circuit. En nou kwam hij er ook achter van, je kan je privésleutels niet exporteren. En als jij er eenmaal op je Strike wallet Bitcoin hebt gegooid, kun je het er ook niet meer afhalen. Je kunt alleen nog dingen verkopen. Ja, die moet je daar besteden in El Salvador. Hmm. Ja. Dus dat was, ja, dat is het verhaal. Het is een soort PayPal eigenlijk. Maar aan de andere kant, McDonald's, die kan het wel afhalen, denk ik. Ja, die want die krijgen natuurlijk alleen maar binnen. Het bedrijf is, dus die zet het om naar US dollars. En hoe heet dat? De overheid die weet er dan van, weet je wel. Het is een internationaal bedrijf. Ja, want je hebt op die wallet persoonlijk, vind ik het dus altijd verschrikkelijk als ik dan die foto's zie dat mensen zeggen, joepie, ik heb een McDonald's hamburger gekocht met bitcoins, en dan denk ik bij mezelf, ja, moet ik nou helemaal geweldig vinden dat ik bij die troepwinkel een hamburger kan kopen? Je kan daar ook groenten kopen hoor. Salade. Ik lees de Playboy voor de artikelen en ik ga naar McDonald's voor de salade. Ja, ja. Ja, ik word er gewoon niet enthousiast van als ik dat lees, dan denk ik, ja, nou, voor mij is het geen vooruitgang. Ik heb liever die alpaca sokken van 8 jaar geleden. Maar ja, goed. Ja, maar het idee is een beetje, denk ik, dat als je er eten van kan kopen, dat is toch wel een heel iets van bij. Ja. Dat vond ik bij Thuisbezorgd ook wel. Dat je, ja, je kan altijd, had ik het idee, je kunt altijd met je bitcoin, kan je nog eten kopen. Ja, maar in hoeveel landen denk jij dat dat kon in de wereld? Nee, het zal niet veel geweest zijn, nee. Ik heb in 2013, zat ik op een gegeven moment bij de mensen, bij mij, ik zat in zo'n volksbuurtje in Breda, woonde ik. En dan zei ik dus, ja, ik heb die bitcoins, ik denk dat jullie ze allemaal gewoon moeten kopen, want die wordt nog zoveel geld waard. Toen waren ze ongeveer 100 euro of zo, 50 euro. Nee, ja, ga toch weg met je onzinverhalen en dit en dat. Ja, kijk maar, ik kan je ook broodjes mee kopen. Nou, dat is dus 0,15 bitcoin voor een broodje geweest, want dat was toen 15 euro op 100 euro. Maar ze stonden wel allemaal te kijken van verrek, hoe het die Joostje daar nou weer voor elkaar, dat ze hier met een of andere, ze komen gewoon dat broodje geven en hij hoeft helemaal niet te betalen en hij zit wel zijn broodje te eten. Dus ja, ja. Ik gooide daar wel hoge ogen mee, maar er was toch uiteindelijk niemand die het echt durfde om erin mee te gaan. Terwijl dat er wel mensen waren die daar, ja, wat economie hadden draaien, zeg maar. Dus dat ja, nou ja, nooit gelukt. Ik ben nooit zo'n goede verkoper. Nee, het is een heel sterk argument, maar ook hele sterke argumenten kunnen sommige mensen nog niet overtuigen. Want ja, het zijn toch kuddeschapen en als de rest het niet doet... Ik zeg het altijd te sterk, Peter. En dan zeg ik op het eind zeg ik altijd iets van, ja, want je bent wel heel dommer geweest als je heel je leven voor... En dan worden ze zo boos en denken ze, ja, flikker op met je bullshit. Maar het is jouw doel ook misschien een beetje dat ze het niet doen.
Zodat je later terug kan komen en kan zeggen, je Ferrari. En dan zeggen, en dan koop ik er zelf meer. Die bitcoin die ik toen aan jullie weg wilde geven, die heb ik toch maar een Ferrari voor gekocht. Nou, ik heb dus wel gewoon pizza's gekocht toen bitcoin op 20 euro stond en zo, hè, met een bitcoin. Ik vind daar moet je ook geen spijt van hebben. Nee, maar heb ik ook niet. Ik heb ook een paar keer bitcoin weggegeven. Maar ik weet zelfs dat ik, dan gaf ik 1 bitcoin weg en dan kocht ik 6 nieuwe. Gewoon om het aan te vullen. En ik waarschijnlijk als ik die ene niet had weggegeven, had ik die 6 nieuwe niet gekocht. Ja, bijvoorbeeld. Ja. Eentje die nooit bitcoin zal kopen waarschijnlijk is de man die dit artikel geschreven heeft. Oh, ik zit achter een paywall hier zo bij de fd.nl. Hij noemt het libertarische utopie. De titel is pas de libertarische fantasie van de bitcoin wel bij Nederland. Het is dan Elsevier's magazine, Elsevier's weekblad. Dan denk je dat is altijd een beetje, dat heeft de naam dat het een beetje rechts is. Ja, dus ik dacht dat een vrouwenblad was. Misschien inmiddels. Maar. Het is een mannenblad, maar niet met blote vrouwen erin. Ik heb niks gezegd. En de digitale munt Bitcoin heeft heel veel weg van een piramidespel. Dat nou aansluit bij libertarische fantasieën, schrijft Constantijn Roelofs. Kan de munt daarom maar niet beter worden verboden? Ja hoor, daar gaan we. Dit is weer standaard. Moeten we bitcoins verbieden en, net als bij kinderporno, het bezit ervan strafbaar stellen en met man en macht de distributiekanalen afsluiten? Het ligt er net aan. Ik stel maar een vraag hoor. Het ligt er net aan hoe je de geschiedenisboeken wil ingaan. Hè? Misschien heb je daar wel hartstikke behoefte aan om iedereen zijn vrijheid af te nemen. Zeg van, joh, dat is zo gevaarlijk, die cryptomunten. Oh, daar moet je echt voor beschermd worden. En in de tijd waarbij overheden worstelen met het reguleren van de cryptomarkt, de gemiddelde courant nog niet helemaal weet wat cryptos nu eigenlijk zijn. Courant ook, de gemiddelde courant, wat is dit voor fossiel, man? Wie zegt nou courant nog? En heel veel gewone consumenten, al zijn ingestapt in de onzekere wereld van het digitale geld, is een dergelijke stellingname tamelijk heftig. Toch zijn er goede redenen voor de overheid om een rode lijn te trekken bij de opkomst van anarchistische internetcoins. En hij heeft dan een aantal argumenten om het te verbieden. En het is natuurlijk net zoiets als Nederland die het wereldklimaatprobleem, die de wereld CO2-uitstoot terug gaat dwingen. Hij zegt het kost te veel energie en grondstoffen voor het mijn. Nou, dat is. Ook is de Bitcoin een manier voor criminelen om geld ontraceerbaar van de ene naar de andere partij te krijgen. Waarom moeilijk doen met sporttassen vol 50'ers om kookwinsten wit te wassen als een digitale munt ook prima werkt. Tot slot is er nog de consumentenbescherming. De overheid neemt de taak op zich om de zwakke, gierige burger te beschermen. Want de gierige burger wordt beschermd door een overheid die niet gierig is. Hè? Dus die hebben daar geen last van gierigheid. En het is natuurlijk een hele domme burger die gewoon zijn eigen schoenveters niet kan aantrekken. Als je dit soort berichten durft te schrijven, dan moet je wel zo hard opgewonden raken van je eigen windjes. Anders dan krijg je het niet uit je pen geschreven. Als je niet helemaal vol bent van jezelf dat je geweldig bent, dan kun je zulke soort taal nee, niet. Nee, maar volgens mij is het juist, hij ziet de burger als zwak. Zwakke, gierige burger. Dus dat is altijd het spel van de overheid. Je moet eerst de burger zijn zelfvertrouwen breken en hem helemaal kapot maken dat hij aan zichzelf gaat twijfelen en helemaal gaslighten dat hij denkt dat hij niet goed bij zijn hoofd is. En dan kan je daarna erin komen en zeggen, jij bent niet goed bij je hoofd, je hebt ook een leider nodig. Ja. En de zwakke, gierige burger te beschermen tegen de zonde van het gokken en de verlokkingen van oplichters. Dit is waarom roulette verboden is is buiten het Holland Casino. Dus alleen bij de staat mag je wel bij de roulette. Dus dat is ook al belachelijk. De staat die je dan gaat beschermen tegen die stomme burger die zo graag wil gokken, die mag dan wel gokken bij de staat. En de logische gevolg hiervan is dat ook alle crypto, behalve die van de overheid, verboden moeten worden. En dan kom je dus bij de CDB, Centrale Digital Bank Currencies, uit. En dan gaat hij verder. Bitcoin is een grootschalig piramidespel.
Ja, nou echt, echt misinformatie ten top, maar het mag allemaal gewoon geprint worden, want we zijn namelijk de grootste genocide aan het plegen op het moment. Dus elke leugen is toegestaan om je maar af te leiden. Ja. Het is echt te laag. Het is wel prima om $2 trillion naar Afghanistan te brengen om de Taliban daar te bewapenen en 20 jaar lang huis te houden. Maar... Nee, ja, of zonder aflossing te mogen lenen en je lekker je hypotheek laten staan en zo. En dan komt die Bitcoin verwezenlijkt libertarische droom die niet welkom is in Nederland. Dus daar kan ik wel beamen. Dat ben ik wel met hem eens. In Nederland zijn er alleen maar van die, ik zal ze nog te vriend houden. Maar... Als er ineens een parallel... Ik heb er weinig spijt van dat ik vertrokken ben tot op heden. Als er ineens een parallel stelsel van betalingsverkeer ontstaat, waarop de overheid geen zicht heeft en waarmee zij ook niet kan herverdelen, dan is de staat een van zijn belangrijkste taken kwijt. Het herverdelen. Zullen de libertarische ideologen achter de bitcoin zeggen. Maar dat is juist de bedoeling. De bedoeling is om een deflatoire munt te hebben waarvan de overheid niets kan afromen. Dit soort libertarische fantasten verdienen echter geen plaats in een moderne staat. Nou, dan gaan we al naar de kampen toe. Libertarisme is immers niet zozeer een werkzame politieke ideologie, maar een slaapkamerfantasie voor mensen. Daar staat eigenlijk geen enkel argument in. Hè? Nee. Je noemt het gewoon een slaapkamerfantasie voor mensen die niet zoveel buiten komen. Lands bekendste libertariër woont nog bij zijn moeder. Oh. Wie is dat dan? Ja, dat is dan Tom Manders, denk ik. Die woont nog bij zijn moeder. Tom woont toch niet bij zijn moeder? Nee. Misschien Robert Valentijn of zo. Robert Valentijn, woont die nog bij zijn moeder? Nee. Ik zou het niet weten eigenlijk. Het moet of hij woont in Baarn, dat is het enige wat ik weet. Moeten we toch eens aan hem vragen dan? Jij is lands bekendste libertariër? Nou, als we nou allemaal de i-gulden opkopen, dan wil ik ook wel het stokje overnemen. En dan ga ik deze vent aan de tafel zetten en dan wil ik met hem wel eens een discussie voeren. Want dit gaat helemaal nergens over. De overheid moet dus nog maar eens goed nadenken of die bitcoins wel binnen de grenzen van ons koninkrijk willen. Dat is de grenzen van ons koninkrijk. Alsof die bitcoin een bepaalde fysieke locatie heeft binnen die grenzen. Oh, dan komt de bitcoin de grenzen over. Hou hem tegen, snel. Het is ongelooflijk dat hij had het over criminelen met sporttassen vol contant geld. Maar er is een reden dat die criminelen dat doen en niet bitcoin gebruiken, weet je wel. Dat de bitcoin juist traceerbaar is. Constantijn Roelofs studeerde Colonial and Global History in Leiden. Kwam na een lange stage bij het EW terecht in de journalistiek. Ja. Het is gewoon frappant dat er geen enkel argument is. Alleen fantasie, slaapkamer, fantastisch, bij zijn moeder woont. Dat is het ongeveer. En de staat die moet alles controleren, want anders zijn criminelen. Het blijft gewoon een feit dat de overheid het meest gevaar kan vormen voor een bitcoin op dit moment. Nog steeds, we zien het met alle absurde regulering die nu plaatsvindt, waarbij klanten die met euro's willen handelen, alle vrijheden worden afgenomen en totaal gevangen worden door het regime. En het is best wel treurig om te zien hoe dat Nederland met crypto omgaat, als je dat vergelijkt met een El Salvador bijvoorbeeld. En ja, het kan allemaal zoveel anders, maar het lijken inderdaad de Nederlanders zelf te zijn die het dus niet willen. Die dus, net als deze Constantijn Roelofs, gewoon zulke meningen erop nahoudt. En echt misschien wel oprecht tevreden zal zijn als de bitcoin uit Nederland verdwijnt. Terwijl dat je dan echt jezelf, je eigen vrijheid in zulke mate beperkt, dan ga je dus echt... Deze man wil dus op een eilandje leven zonder dat hij ook maar iets van het buitenland, want we hebben onze grenzen binnen het koninkrijk en die wil gewoon nooit meer naar het buitenland reizen. Ik wil natuurlijk dat ze het in het buitenland ook verbieden, idealiter in zijn hoofd. Maar het punt is een beetje dat hij inderdaad het beeld heeft dat alle onderdanen domme sukkels zijn en criminelen. Domme sukkels en criminelen, dat zegt hij eigenlijk. Ja. En die moeten tegen zichzelf beschermd worden door de elite in de overheid. Dat zijn dan de
mensen zoals Hugo de Jonge en zo. Dat zijn dan mensen die intellectuelen van hoog kaliber, vet grapperhaus, die gaan ons dan, die gaan die domme, stomme mensen beschermen door ze te bedreigen, de goede kant op te dreigen. En ik denk dat hij dat zo ziet voor heel de wereld. Hij zou het liefst, zou hij dat overal, alle geld helemaal onder controle van de overheid, dat zou hij het liefst zien, denk ik. Ja. En dat is dus echt schrikbarend. Het is schrikbarend te noemen. Dit is veel gevaarlijker dan welke COVID-pandemie dan ook. Dit soort mensen, die vormen echt een bedreiging voor het vrij kunnen. Ik denk dat dit uit het onderwijs komt, hoor. Dat bij het onderwijs wordt je eigenlijk al verteld, je bent milieuvervuiler, je vernietigt de planeet, hier is een mooie natuurfilm, maar aan het eind, mensen maken dat allemaal kapot en jij maakt het kapot met je consumentengedrag en je bent niet slim genoeg om langer vooruit te kijken dan je volgende Big Mac. En zo wordt dat, zo word je als onderdaan op de scholen al kapot gemaakt. Je vertrouwen in je eigen instincten en je eigen verstand. En dan ben je makkelijk te rulen natuurlijk later. Want dan komt er zo iemand die schrijft een stukje van, ja, je weet toch allemaal dat je een stomme sukkel bent. Wat verwacht je nou dat er met een samenleving gebeurt als je stomme sukkels, gierige, goklustige sukkels, als je die gewoon vrije loop laat gaan? Nou, en in Nederland heeft hij daar misschien eigenlijk nog wel een punt mee. Want als je dus al zoveel jaar de mensen bij elke tegenslag volstopt met geld, zodat ze maar altijd hun eten kunnen blijven kopen en er dus niemand wordt getraind om voor zichzelf te zorgen. Ja, dan kunnen op een gegeven moment die mensen ook niet meer met een bitcoin omgaan, inderdaad. En dan moet je dus op een gegeven moment tegen jezelf beschermd worden. Maar je zou ook kunnen zeggen van, nou, we gaan die mensen een beetje opleiden erin. En we zorgen ervoor dat wij met z'n allen hier leidend worden in de wereld. Het punt is altijd bij dit soort dingen, als je zegt er is iets mis met mensen waardoor ze geregeerd moeten worden, is dat je dan vergeet dat ze door mensen geregeerd gaan worden. Dus alles waar die kwast waarmee je die mensen verft, daar kwast je ook de heersers mee. Want het is hetzelfde soort, tenzij we door aliens geregeerd worden. Maar anders dan kan je niet zeggen van, ja, mensen zijn gierig, dus je moet een groep mensen een hele leger geven, een rechtbank, politiemacht, gelddrukpers. Want die zijn dan ook gierig, die mensen. Dus dan gaat dat toch helemaal mis. Die komen toch uit dezelfde genen voort. En sterker nog, de geschiedenis wijst het ook nog eens uit, ja, Peter. Het is gewoon empirisch heel duidelijk aan te tonen. Wat deze Constantijn Roelofs precies met zijn leven doet. En waarom hij heeft geschiedenis gestudeerd, hè? Ja, en waarom hij in het EW magazine iets mag schrijven, is mij volkomen een raadsel. Maar ja, het is mij wel meer een raadsel. Het is behoorlijk de verkeerde kant van. Ik vind het ook triest dat Elsevier's Weekblad is. Hè? Daar zou je van zeggen dat het niet een al te socialistisch iets is van de domme schaapjes moeten door de grote Führer geleid worden, maar nou, dat zijn ze toch wel inmiddels. Ja, we conservatieven hebben ook vaak deze mening, hè? Het volk is maar het plebs en die hebben ook de grote soevereinen nodig, Ubermenschen moeten die gaan. Ja, dat ding ook weer, de Leviathan, weet je wel, die hun onder de duim houdt, want anders gaan ze schietend en moordend en plunderend de straten overrennen. Weet je wel? Auto-hops zijn. Ja, het is altijd heel interessant, vind ik, om mensen te vragen, wat denk je dat er gebeurt bij vrijheid? En dan is het, dan zijn er sommige mensen die zeggen, dat zou wel goed zijn, dat zou wel goed gaan, en dat zou wel goed gaan. Maar mensen kunnen absoluut niet vertrouwd worden met hun eigen medische zorg, bijvoorbeeld, zeggen ze dan. En dan weet je gelijk dat zo iemand niet goed op zijn of haar eigen lichaam let. Of ze zeggen, dan zou iedereen al rovend over straat gaan. En dan weet je gewoon dat ze niet netjes omgaan, die mensen zelf, met andermans eigendommen. Dat is gewoon allemaal die projectie, als je die projectie naar buiten wil halen van mensen, van wat is jouw zwakke punt, dan hoef je alleen maar te zeggen, wat denk jij dat er zonder staat zou gaan? En het punt waar ze dan mee komen, dat is altijd hun eigen punten. Dit gaat gewoon, blijft eeuwig zo doorgaan, totdat we met z'n allen de i-gulden naar een euro kopen. En dan gaat er een andere wind waaien in Nederland. Want dan zijn die slaapkamer libertariërs
hebben ineens een sterkere mening. Die nog bij hun moeder wonen. Ja, maar mijn moeder woont in mijn villa. Ja, want ik heb met die bitcoin zoveel winst. Maar er was nog zo'n artikeltje. Even kijken hoor, de inflatie vereist juist dat overheden meer uitgeven. Ja, dat was dan. Ik kan het artikel niet lezen, want het zit achter een paywall, maar de inleiding kon je wel lezen. Ik kan hem wel. Oh nee, inderdaad, hier begint hij al. Ja. En daarom had ik een plaatje er ook bij gepost. Dan wat stond daar ook weer. Dan kon je net de inleiding lezen. Maar het is natuurlijk van de gekke, maar je hoort het de laatste tijd wel vaker. Dat normaal is het natuurlijk altijd als je een heleboel geld uitgeeft wat je niet hebt. En je gaat dat dus. Kijk, als je geld uit de samenleving haalt als overheid en je gaat het daarna uitgeven, dan neemt de geldhoeveelheid niet toe. En dan heeft het ook geen inflatoire effect. Maar als jij een heleboel geld bijdrukt, wat je gewoon leent van de drukpersen of krediet creëert, en je gaat dat uitgeven, ja, dan neemt de geldhoeveelheid toe, dan gaan de prijzen ook omhoog. En deze persoon zegt zo, nee, dat is helemaal niet zo. Want de overheid moet juist meer geld uitgeven. Want het idee is dan investeren we dat in projecten die dingen produceren. En dan gaat de prijs omlaag omdat er meer geproduceerd wordt. Dit is de titel. De inflatie vereist juist dat overheden meer geld uitgeven. Europa heeft met de rugdekking van de ECB een oplossing gevonden voor het probleem dat ontstond toen landen de controle over een muntopgave, stelt econoom Stephanie Kelton. Ja, dat is ook. Stephanie Kelton is volgens mij de hoofd van de MMT, de Magic Money Tree, wordt het gekscherend genoemd, maar het is eigenlijk Modern Monetary Theory. Er is niks geen modern aan en het is eigenlijk ook geen monetary theory. Klinkt goed. Dus die promoten dat de overheid zich helemaal ziek spent. En het verhaal is altijd dan achter MMT van, nou ja, maar kijk, als ze dan echt inflatie komt, de prijzen gaan omhoog, ja, dan moet je wel gaan inbinden. Maar dat was met Keynes ook altijd het verhaal. Daar werd eigenlijk gezegd, de overheid moest anticyclisch zijn. Die moest geld uitgeven in slechte tijden en dan geld sparen in goede tijden. Nou, dat uitgeven in slechte tijden, dat deden ze wel. Maar dat rechttrekken in goede tijden, dat kwam er nooit van. Er waren altijd slechte tijden waarin ze nog meer geld... Er was altijd wel een crisis en hadden ze excuus om nog meer geld uit te geven. Ja, en zo loopt die staatsschuld al jaren op. Al jaren. Komt geen einde aan. En als er geen crisis is, dan verzinnen ze er wel een. Ja, ik denk inderdaad dat ze... Er is een markt voor crisissen. En de vraag voor crisis is gewoon erg groot. Dus ik denk dat daar zal aanbod van komen. Net zoals Jussie Smollett het aanbod leverde voor hate crimes. Dat er is behoefte aan hate crimes. Nou, no problem. Die worden gewoon... Wordt door de markt in voorzien. Er zijn mensen die ruiken dat er een behoefte is aan crisis en die gaan dat leveren. Ja, ze doen er wel aan. Ze doen het wel, het gaat ze goed af op het moment. Mm-hmm. Het is geen slechte business, die crisis. Ja, en er zijn ook zatte mogelijkheden. Er zitten een heleboel lui in de coulissen te vechten al om klimaatzooi weer naar voren te brengen, of stikstofcrisis, of. Kaag die wil niet in een kabinet zitten waar klimaat niet op één staat of zo. En dan zijn er ook weer, er is ook een of andere Nederlandse miljardair, die is dan software miljardair, heeft iets met zoekmachines gedaan of zo. Die gaat dan ook een hele hoop geld aan politiek geven, dan hou je altijd je hand vast. Ja hoor, D66, want klimaat was het ergste wat er was. Dus nou, dan weet je gewoon dat geld dat stroomt door allerlei marketingbureaus in, en die schrijven heel nu.nl weer vol met klimaatcrisis, want dan worden ze ervoor betaald door deze miljardair. Dus ja, dan krijgt iedereen het idee van, nou, er is inderdaad een ontzettende crisis aan de gang, want ik kan geen krant openslaan of de staten spinnen worden bozer vanwege klimaat. Ja, en daardoor verzinnen die Constantijn Roelofsen van de wereld dan weer dat ze toch gelijk hebben met hun mening. Nou. Ach ja. Ja, en wat ik ook zo irritant vind is dat je steeds meer, je had dat natuurlijk al veel, maar dat er van die, komt zo'n onderzoekje, jongeren willen dat er niet meer gerookt wordt bij de bushalte. En dat is helemaal niet zo natuurlijk, ze hebben niet alle jongeren gevraagd. Er is dan een stichting, bla bla bla, jongeren, en die roept dat dan.
en die krijgen gewoon, er komen allerlei lobby's komen daar op bezoek bij dat soort stichtingen. Want die praten dan zogenaamd namens alle jongeren. En dat heb je altijd. Dan heb je moeders tegen gun control, of tegen moeders voor gun control. Of je hebt zo'n term is dat, van zogenaamde, een hele club die daarvoor staat. Maar dat is gewoon een stichtingje waar 3 mensen in zitten. En die vangen dan geld waarschijnlijk te zeggen, om weer een of ander puntje van, ja, niet roken bij de bushalte. Dus de rooklobby die betaalt daar dan weer voor. En dan wordt de hele mening van jongeren wordt verkocht. Er zijn dan mensen die dat lezen waarschijnlijk. En die denken van, oh no, jongeren denken daar zo over kennelijk. Nee, dit is gewoon een of ander suf stichtingtje. Die net zoals eigenlijk de hele politiek natuurlijk een suf stichtingtje is. Net zoals ze zeggen, Nederland wil Afghanistan bevrijden of zo. Nee, Nederland wil helemaal niks. Je hebt gewoon een stel criminelen gevraagd die zich Nederland noemen. En die willen dat. En die verdienen daar ook aan. Maar het heeft niks met alle Nederlanders te maken. Net zoals als dit met alle jongeren te maken heeft. Maar dat soort artikeltjes schieten ook als paddenstoelen uit de grond. Als je zo'n geldkraan open gaat van zo'n miljardair. En die gaat, dan krijg je achter elkaar van dat soort, oorlogsveteranen. Geven climate change hoogste belang. De MKB belangenorganisatie die pretendeert namens de MKB'ers te spreken. Ja. Daar krijgen we zo meteen nog een berichtje over. Ja, vakbonden, dat is eigenlijk ook zo. Inderdaad, MKB, CNV, die mensen, ja, die willen dan inderdaad, midden- en kleinbedrijf wil vaccinatiestatus van ondernemer, van werknemers kunnen zien. Ja, ik weet zeker dat als je de gemiddelde ondernemer vraagt, dat hij daar helemaal niks om geeft. Maar dat is weer zo'n clubje die daar om een tafeltje zit. En die denken, eigenlijk moet je al je lidmaatschap van dat soort clubjes allemaal opzeggen. Want ze zitten allemaal namens je. Ze verkopen jou eigenlijk. Ze verkopen jouw gezag. Als jij lid bent van een of andere vakbond, dan wordt jou, wordt voor je verkocht van, oh, metaalwerkers vinden dit en dat. Ja, dat is gewoon, is jouw mening weer verkocht. Of je moet ervoor betaald worden. Dat zou beter zijn dan dat jij ervoor betaalt. Zij gebruiken jou en jij gebruikt niet hun. Het is trouwens zo dat de vrijheid ook onderzocht, hè, dat vrij weinig mensen zitten bij een vakbond. Mm. Vaak op het werk kan je ook vaak zien wie de vakbondlid is. Vaak een of andere zuurpruim van die net tegen zijn pensioen aan zit, weet je wel. Dus dat is vaak het vakbondslid. Kijk naar de meest zure man op de werkplek. Oh, die zit bij de vakbond. En vaak, ja, dat is vaak wel een beetje zo. Ja. Want die voelt zich heel onzeker en die wil dan heel erg beschermd worden. En dan denkt hij dat de vakbond dat doet. Maar wil hij eigenlijk gewoon er extra niet bij, belasting betalen. 90% van de werkplek zit er niet bij, weet je wel. Flabbergast zegt, waarom niet andersom? Jongeren willen meer vrijheid. Ja, als je een miljardair hebt, dan kan je waarschijnlijk ook bij zo'n media wel dat soort artikeltjes naar voren krijgen. Onderzoekje, wetenschappers onderzoekje, artikeltje, klaar is Kees. Dat is wel te doen als je maar genoeg geld hebt, als je maar genoeg geld te halen. Maar vrijheid is op zich niet zo'n verdienmodel. Er zijn heel weinig mensen die daar nou zoveel om geven dat ze daar geld voor neertellen. Totdat natuurlijk. Ja, wat ze altijd zeggen bij lobbyen is dat de benefits, de voordelen, die zijn geconcentreerd. Dus de suikerboeren die lobbyen voor een hoge suikerprijs, daar verdienen zij heel veel geld aan een hoge suikerprijs. Dus voor hun is het de moeite waard om daar veel tijd en geld in te steken om dat gelobbyd te krijgen. Maar alle klanten van suiker die zeg maar een dubbeltje meer betalen of per jaar $10 kwijt zijn, die hebben daar niet genoeg nadeel van om er tegenin te gaan. En dat soort dingen winnen dus altijd. Die dingen waarvan de voordelen geconcentreerd zijn bij een kleine groep, die daar heel hard voor kan gaan vechten. En dat via de overheid kan opleggen. En de nadelen verspreid zitten over een hele grote groep, zodat ze niet genoeg getergd worden om in opstand te komen. Maar we moeten ondertussen ook nog verder. Wie van jullie gebruikt de protomail? Nee. Ja, dat. Die hebben we wel doorgegeven. Maar ik las het artikel. Maar op zich vond ik het nogal meevallen. Want het is niet zo dat ze.
hij stond het in de gebruiksvoorwaarden. Want als je de Zwitserse wet overtreedt, kwam wel vanuit het buitenland het verzoek, maar toen hadden de Zwitserse overheid gekeken, ja, de Zwitserse wet is overtreden, toen hadden ze het IP-adres doorgegeven van een of andere milieuactivist. Het staat niet bij hoe die dan de wet had overtreden. Maar het is een beetje verontrustend dat het inderdaad, er zijn dus wel logs en dan kunnen ze een IP-adres doorgeven. En ik vraag me ook af hoe dat dan zit als er een VPN tussen zit. Zou dat nog wat uitmaken? Want dat betekent dan lopen ze op die VPN-stuk. Dan gaan ze waarschijnlijk naar die VPN toe. En dan zeggen ze van, hey, welk IP-adres zat er achter deze access die toen en toe gepleegd is. En dan geeft die VPN-boer waarschijnlijk ook door van, oh, dat was dit IP-adres of zo. Weet ik niet. Die zeggen ook al dat ze geen logs bijhouden. Maar... Is die Zwitserse wet toevallig heel erg zacht, zeg maar? Overtreed je die heel makkelijk? Of wat is dat voor wet? Staat er niet bij. Daar ben ik dan wel benieuwd naar. Of dat ze dan in Zwitserland het anders behandelen dan in Nederland. En wat het dan is precies is. Activist staat er. Klimaatactivist. Dus het is waarschijnlijk iemand die dingen vernielde. Ja, precies. Dat is wat klimaatactivisten doen. Die mensen die, die van die varkensstallen in de fik zetten om de varkens te beschermen. Ja, dierenbescherming, zeg maar. Die, ik denk dat ze een benzineslang hebben doorgesneden bij de Exxon of bij de Shell of zo. Ik denk inderdaad dat deze klimaatactivist waarschijnlijk dingen in de fik stak en dan zich heel erg zorgen maakte over CO2-uitstoot. Ja, bijvoorbeeld. Hey Johan, je moet trouwens even kijken welke microfoon jij geselecteerd hebt. Want die het klinkt niet geweldig. Tof. Ja, voor jullie ben ik gewoon via mijn webcam te horen. Oh, oké. Als jij weet hoe het luisteraar, die horen dit. Oké. Ik zit nou niet meer via NDI, omdat af en toe wel eens die rare lags kwamen, weet je wel. Dat ik op een ander tijdstip... Nou, goed. Dus zodoende. En dit is de eerste keer dat dit gebeurt, of niet? Met die protonmail, even terug op het bericht. Dit is de eerste keer dat zoiets nou gebeurt? Nee, er stond ergens in van... ze hebben een blog bij waarin ze dat beschrijven, dat dat af en toe... waarom ze dat doen en dat dat af en toe gebeurt. Ik dacht niet dat het de eerste keer was. Ja, dat is allemaal... Tutanota gebruiken, jongens. Ja, dat is ook zoiets, zo'n encrypted mailprogramma. Oh, het aantal bevelen van de Zwitserse overheid aan ProtonMail is sinds 2017 opgelopen van 13 naar 3572. Oh, hallo. In 2017 tekende het bedrijf bezwaar aan tegen 3 verzoeken. Vorig jaar lag dat aantal op 750. Dus ja, ze proberen het steeds meer en steeds vaker. Ja, dat is ook bij die censuur van, als je kijkt wat Facebook en LinkedIn en al dat soort toko's, allemaal Twitter. Het aantal verzoeken van overheden tot censuur neemt ook heel erg toe. Ja. En het is natuurlijk ook heel moeilijk voor die bedrijven om een grens te trekken. Want het is alleen de Amerikaanse overheid. Dus ja, maar de Saoedische overheid wil homo's verbannen. Ja, en anders word je uit het land geknikkerd. Ja, oké, dat doen we dan niet, zeg maar. Oké, maar de Chinese overheid die heeft ook een paar terroristen van de Oeigoerse afkomst. Die moeten ook verband worden. Ja, dus gaat natuurlijk uiteindelijk gaan ze steeds meer meewerken met al die overheden. Ik ben nou aan het proberen te achterhalen of dat ProtonMail dan in Zwitserland gevestigd is. Omdat ze ja, wel dat aan... is zo, ja. Ja, maar dan zou dat toch een oplossing kunnen zijn. Maar ja, goed, ja. Nou, het zou kunnen zijn dat een buitenlandse uit Zwitserland verdwijnen. Nou, het zou kunnen ik denk zijn... dat ze in Zwitserland zitten omdat de wetgeving relatief goed is. Ik denk dat ze in Nederland zouden zitten veel erger was. Nederland die gaat sowieso zeggen van alles, no problem. Wij zetten wel even een pistool op het hoofd van de CEO en klaar is het. Ja, ik bedoel, wat ik denk is van, kijk... een buitenlandse overheid doet dan een verzoek aan de Zwitserse overheid in zaken een activist of zo, die dan in hun land iets gedaan heeft. Dus dat wil niet zeggen dat die activist die nou opgepakt, of tenminste waarvan nu de IP-adres bekendgemaakt is, dat die in Zwitserland zat. Maar een ProtonMail zit dan in Zwitserland, de activist heeft iets in het buitenland gedaan.
Mm-hmm. En dat buitenland maakt dan een verzoek aan Zwitserland om te vragen of ProtonMail dat openbaar wil maken. Ja, maar ProtonMail zei ja, ze hadden de Zwitserse wet overtreden. Okay. Nee, maar ik zie nu op de website van ProtonMail dat het is inderdaad een in Zwitserland gelokaliseerde onderneming. Dat was ook de beperking. Ze zeiden, we geven alleen dingen door als de Zwitserse wet is overtreden. Ja. Oké. Okay. Ja, het zou kunnen zijn als die activisten dan iets kapot gemaakt heeft in Rusland of zo. En de Zwitserse wet zegt van, nou ja... Je mag niks kapot maken in Rusland. Je mag gewoon niks van een ander kapot maken. Ja, dan zegt ProtonMail van, ja, inderdaad, dat is een wet. Dan doen we dat. Ja. Volgens de Zwitserse wet mag je ook niks kapot maken. Ja, precies. Ja, maar goed, ja, dan hebben we nog een artikeltje over de huizenmarkt. Of werd er nog iets gereageerd in het chat? Je kan nog zeggen van... Pirate Bay bestaat nog steeds, zegt Flabbergast. Neem niet aan dat ze meewerken aan overheidsverzoeken. Ja, die hebben natuurlijk... Pirate Bay oprichters hebben wel eens vaker erom moeten lachen dat... Dat bijvoorbeeld dat Parlay, die hadden dan, ja, we hebben al privacy, wij zijn een alternatief platform, dat je niet gecensureerd wordt. En toen kwam de eerste bij de Capitol toestand, werd gelijk heel Parlay van de Amazon server afgegooid. En die Pirate Bay gasten, die lachten zich helemaal een breuk, die zeiden, jemig, dat is wel heel amateuristisch als je, zeg maar een rebel dienst gaat oprichten. En je pleurt het op een Amazon-platform. Dat, in hun ogen was dat gewoon de pure... Ja, wat zijn dat voor malloten? En dat is natuurlijk een feit ook. Of ja, altijd moet ik zeggen... Als je denkt het zijn malloten... Moet je ook denken van... Oh, misschien werken ze voor de andere kant. Dat zou natuurlijk ook kunnen. Ja. Want ze hebben toen ook een lijst doorgegeven... Van iedereen die er op een platform zat... bij Capitol betrokken was. De Capitol intocht. Pirate Bay jongens, je weet wel hoe ze dat moeten doen inderdaad. De vraag is altijd bij zoiets, hoe zou dat gaan in een vrije maatschappij, hè? En in een hele libertarische NCAP maatschappij. Ik denk dat soort maildiensten ook best wel zouden meewerken aan rechtsverzoeken. En als jij bij zo'n maildienst zit en je hoort bijvoorbeeld dat er meegewerkt is aan het oppakken van een kinderpornofiguur, dan denk je van, nou, vind ik prima, want ik maak geen kinderporno, dus dat is wel oké. Maar bij overheden gaat het natuurlijk veel verder, want overheden die beschermen niet alleen mensen, of zeggen te beschermen, waarvan je denkt van ja, inderdaad, het moet beschermd worden. Maar overheden zullen ook zeggen van, ik wil deze burger beroven bijvoorbeeld. En hij werkt niet mee met zijn beroving. En Proton, geef eens even de informatie over deze burger. Geef eens een IP-adres inderdaad. En als jij in een vrijwillige maatschappij bij een mailserver zou zitten. En die zouden gewoon meewerken aan rovers. En jouw identiteit aan rovers doorgeven, dan zou je heel snel van je klanten af zijn. En die mailservice zou dan niet zo lang blijven bestaan. En terwijl als ze alleen pedofielen doorgeven, dan zouden ze wel lang blijven bestaan. Omdat mensen daar achter staan en problemen hebben. Dus ik denk dat... en net zoiets als Julian Assange bijvoorbeeld, dat is ook zo'n verhaal als je WikiLeaks. Als je oorlogsmisdaden kenbaar maakt, openbaart, dan zullen de gemiddelde klant daar geen probleem mee hebben en die vinden ook dat zo iemand beschermd moet worden. Maar overheden die gaan daar dan doorheen lopen beuken. En als jij bij een vrijwillig lid bent van een maildienst en die geven gewoon klokkenluiders zoals Julian Assange door aan de schurken die oorlogsmisdaden gegaan hebben, dan zou je ook geen klant blijven daarbij. En dat alleen al weer houdt die e-mailbedrijven integer. Maar nu kunnen ze zich natuurlijk allemaal achter de overheid verschuilen. Omdat de overheid alles overruled met bescherming. Die heeft een monopolie. En die zeggen, ja, wij doen allerlei beschermingsactiviteiten. De zondige, gierige
piramidespelburger beschermen, maar wij willen ook wel een gedeelte van de opbrengst hebben. En dan is het heel erg verwarrend geworden. Ze doen zowel uitbuiten als zorgen. En eigenlijk zorgen is een dekmantel en zorgen beschermen is een dekmantel voor het uitbuiten. Nou, misschien het positieve aan dit bericht is om toch te constateren dat een protonmail dan misschien het IP-adres kan doorgeven aan die overheden, maar dat het bericht aan zich nog steeds versleuteld is en dat je dan naar die fysieke locatie moet gaan om van die computer de sleutel te bemachtigen voordat je daadwerkelijk kan lezen wat er dan geschreven is. Dus, ja, maar ook als ze dat niet kunnen lezen, ze hebben die vent gewoon gearresteerd. Dat ze nou wel niet kunnen lezen. Dus en misschien is het een slechte vent hoor, dat weet ik niet, maar daar kan je niet meer van uitgaan nu. Hè? Misschien is het wel een vrouw, hè? Weet jij veel. Ja, dat kan ook. Ja. Als ze geen VPN gebruikte, zeker, ja. Ja, misschien hebben ze nou het IP-adres van een VPN, hè? Nee, die is al gearresteerd. Of die persoon is al gearresteerd. Ja. Oh ja, die gebruikt dus geen VPN. Ja, of die gebruikt de VPN en ze hebben Noord, die zat gewoon bij Noord of zo. En die hebben ze gewoon, die hebben ook een brief gekregen van maak even bekend wie dat was. Ja, daarvan zeggen ze altijd dat die VPN's geen logs bijhouden. Dus die niet kunnen zeggen van deze IP zat gelinkt aan deze IP. Maar als ik Opera browser. Als jij een klimaatactivist bent die dingen opblaast of zo. Die dingen in de fik steekt voor een beter milieu. Dan gebruik je toch een VPN, zou je haast zeggen. Dus je vraagt je af in hoeverre VPN betrouwbaar is. Nou ja, als die bedrijven op dezelfde manier kunnen worden onder druk kunnen worden gezet en daarin meegaan elke keer, dan heeft dus ook VPN uiteindelijk niet echt zin. Nee, maar je probeert altijd te achterhalen van wat is nou gecompromitteerd en wat niet. Hè? Van, moet je daar ook nog Tor tussen zetten bijvoorbeeld? Als jij echt niet lastiggevallen wil worden door de overheid, dat je Tor, VPN en dan een mailservice gebruikt. Ja. Maar in de blogpost beschrijft Protonmail verder dat het bedrijf ook een Tor-website aanbiedt die anonieme toegang tot de e-maildiensten moet faciliteren. Proton gaat in de toekomst ook duidelijk aangeven in welke gevallen het bedrijf moet meegaan met verzoeken van autoriteiten op zijn website. Eigenlijk zeggen ze van, je kan er ook met Tor bij, sukkel, en dan loop je minder risico. Maar we moeten nog even verder. De huizenmarkthysterie, daar gaan we het even over hebben. Deze wetswijzigingen moeten huisjesmelkers tegen gaan. Dat zal natuurlijk met uitzondering van Prins Bernhard zijn. Het hele rare is ook dat je noemt iemand die een huis koopt en het verhuurt, noem je een huisjesmelker en daarmee wordt het gewoon onwenselijk. Gewoon door een bepaald labeltje op te plakken met een negatieve connotatie. Want anders had die huurder zelf het huis gekocht en dat is per definitie beter. En waarom is dat per definitie beter? We hebben toch die 2009 die crisis gehad dat een heleboel mensen die een huis niet konden betalen een huis kochten met een enorm bergkrediet. En die helemaal failliet ging aan het eind. Het was niet per definitie beter. Ja, precies. Misschien zijn er nou juist heel veel mensen die maar kijk, dat is natuurlijk omdat de sociale woningbouw die wil geen concurrentie hebben, hè? Dat zit erachter, denk ik. Ja, ik snap dat hele verhaal nooit. Ja, het is natuurlijk wel zo dat de overheid wil graag het liefst veel huiseigenaren zijn. Omdat je met een huis zit je eigenlijk vastgenageld aan het territorium van het Koninkrijk der Nederlanden. En ja, dat willen ze natuurlijk graag hebben, dat je niet weg kan. Een huurder is in principe flexibeler in de zin dat hij kan zeggen, hey, toedeledokie, ik ga naar Servië toe of zo. En dat is wat moeilijker voor een huiseigenaar. Ja. Nou, ik denk ook wel dat je dus, als je dan naar Servië verhuist, kom je erachter dat daar op een heel andere manier wordt omgegaan met vastgoed en voornamelijk ook land.
Want we praten hier nu over vastgoed en vastgoed dit, maar het gaat ook voor een deel om de grond waar het op staat. Hmm. En na die oorlog die hier Joegoslavië uiteen heeft laten vallen, waren er bijna eigenlijk alleen maar verliezers. Heel veel mensen hebben alles verloren. En om dus te voorkomen, om het volk te beschermen, dat zij dus nog wel hun eigen stukje grond kunnen bezitten, kun je hier geen grond, komt ook een beetje voort nog uit het hele kapitalistische verleden hoor, maar je kan hier dus geen eigenaar zijn van communistische verleden bedoel je waarschijnlijk. Wat zei ik? Kapitalistische verleden. Oh ja, nee, sorry, het communistische verleden inderdaad. En ja, je kan hier dus geen grond bezitten en dat is daardoor krijg je. Je kan dus wel een huis kopen, maar in zekere zin heb je altijd het risico dat de overheid, die jou in principe een 99-jarig leasecontract geeft, ja, toch ineens het bestemmingsplan, bestemmingsplan wijzigt, zeg maar. Maar dit heeft dus een beetje volgens mij ook wel iets protectionistisch in zich in Nederland. Want ja, er zit inmiddels zoveel geld in de wereld, dat al die Nederlanders die vroeger heel rijk waren met hun huizen, ja, tegenwoordig heeft dat Amsterdam heeft zoveel marketing gedaan, heel Nederland is zo goed aangeschreven op de hele wereld, dat er maar genoeg mensen zijn die gewoon een huis ook in Nederland willen hebben om daar een tijdje te kunnen wonen. Dus ik denk ook dat er zoiets nog achter zit, dat ze dus willen zeggen van ja, we willen hier echt mensen hebben die hier vast wonen en niet die hier gewoon voor een huisje erbij een paar maanden per jaar jointjes komen roken of zo. Dus, ja, wat ze altijd aangeven bij dit soort dingen, dat is hun denkbeeld van, ja, normaal zou iedereen een huis kunnen kopen, maar er zijn natuurlijk een hoop mensen ontevreden, die bieden maar omhoog. En ik wil, dat is niet alleen bij huis het geval overigens, ik wil een auto kopen en ik deed een bod en het was ook alweer verkocht. Dus die auto's die vliegen ook als broodjes over de toonbank. Dat is een tweedehands dan. Ja, ja. En ik denk wat zij altijd zeggen is van ja, die mensen kunnen geen huis kopen. En dat komt omdat speculanten en speculeerders, die maar een hele berg speculaars hebben om zo'n huis te kopen, die kopen het huis. Die drijven de prijs op. Die drijven de prijs op, anders had iedereen een huis gehad, dat was geweldig geweest. Maar nou moeten ze wel van een speculant huren. Maar het punt is dus eigenlijk dat de reële economie zo in disbalans is met de financiële economie door het oneindig bijdrukken van geld sinds de jaren 70. Mm. Dat die speculanten die over heel de wereld gewoon actief zijn en bestaan, uiteindelijk al die huisjes makkelijk kunnen opkopen. Want die hebben een paar bitcoins gekocht voor 5 euro en die zitten nou op een kapitaal waarmee ze dat huis in één keer cash afrekenen. Nee, dat niet eens. Kijk, het zijn mensen die ergens doorhebben hoe inflatie werkt. En dan, als je het ze vraagt, dan zullen ze niet eens zeggen van, oh ja, centrale banken drukken een hoop geld en daarom wordt geld minder waard. Dus daarom moet je schulden aangaan en harde assets kopen. Dat zullen ze niet zeggen. Ze zullen zeggen, in mijn ervaring gaan huisprijzen altijd omhoog. Dus je kan maar het best zo zwaar mogelijk leveragen. En dan net niet zo zwaar dat je in 2009 niet gekild wordt. Ja. Net iets minder zwaar dan dat. Je moet net niet in de voorste linie lopen. De Lehman, zeg maar. Je moet er net iets achter blijven. Maar zo scherp mogelijk aan de windzijde. Dus zoveel mogelijk lenen en huizen kopen. En ja, dan krijg je vanzelf overwaarde erin. En dan kan je weer meer hypotheek nemen. En nog meer huizen kopen, enzovoort. En dat, het zijn eigenlijk gewoon, waar ze een hekel aan hebben, zijn mensen die doorhebben hoe het systeem werkt. Ja. Of misschien niet expliciet doorhebben omdat ze een boek van Mises gelezen hebben, maar doorhebben omdat ze gewoon zien wat werkt. Zeg maar. Ja, en dat worden dan uiteindelijk de pandjesbazen en de huisjesmelkers, omdat die dan zelf eigenlijk met speculeren zichzelf naar 2-3 huizen hebben gewerkt. Ja. Alleen maar dat is allemaal ontstaan door gelddrukken natuurlijk. Ja, en heet het dan eigenlijk niet echt speculeren bij die mensen, want het is gewoon, ze hebben hun leven geleefd en ze kwamen er inderdaad, zoals jij zegt Peter, achter dat het voor hun op die manier goed kon werken. Ja. Nou, dan heb je op een gegeven moment 3 huizen, want je kan alles naar winst speculeren. Als er maar een discrepantie is met de reële economie, dan win je er uiteindelijk meer op dan met werken. Er zijn zelfs pixels van 24 bij 24 pixels die meer dan
een half miljoen kost of zo. Ja, nou, tegenwoordig met NFT's. Die NFT's, dus je gaat ook helemaal lijpen inderdaad. Joh. Ja. Maar ja, dat wordt ook wel weer toegeschreven aan witwaspraktijken. Ja. Daar kan ik ook wel, kan ik ook wel iets in vinden. De enige logische verklaring hoor, dat de NFT's voor zoveel geld over de balk gaan. Ja, en je vraagt je af hoe de Nederlandse overheid dit gaat kijken. Heb je dat gezien? Want de Nederlandse overheid zegt in feite, als jij kunst hebt en het is een belegging, dan moet je er in box 3 op voeren. Maar als je er gewoon van geniet en je hebt dat aan de muur hangen om van te genieten, dan hoef je er geen belasting over. Hoef je niet box 3 op te voeren. Want wat het natuurlijk zegt van ja, ik geniet enorm van mijn 24 pixel bij 24 pixel CryptoPunk. En ja. Ik zie een markt voor tablet, digitale schilderijenlijsten. Ja. Die NFT's in kan doen en dan aan de muur kan hangen. Ja. Ah, je moet eigenlijk gewoon. Volgens mij moet het dan niet in box 3 als jij daar. Ja, ik zit gewoon van te genieten, man. Wat zeg wat zul je nou? Dan heb je gewoon je hele kapitaal heb je in een NFT gegooid. Ja. En dan betaal je geen box 3 meer. Op 30 december. En dan op 2 januari verkoop je hem weer. Ja, als dat is helemaal makkelijk als dat zo zou gaan. Maar dan moet je, dus iemand in een andere belastingjurisdictie, moet je dat doen, die waarbij dat anders werkt. Dat je dat zo omruilt. Zo'n land wat dan op 1 juli de kapitaal telt. Ja, of je hebt natuurlijk een heleboel landen waar ze het reële rendement, het echte rendement op beleggingen meten. Dus daar moet je pas belasting betalen als je verkoopt. Dus ook als jij 100 bitcoins gekocht hebt voor $1, zolang je niet verkoopt, hoef je dan niks af te rekenen aan belastingen. In Nederland moet je gewoon 1 jaar de waarde berekenen en dan begin je al te betalen voordat je wat... Wat voor ontzettend veel problemen zorgt, bijvoorbeeld bij erfenissen met een huis. Ja. Of een zaak, als jij een zaak erft. Ja. Ja, dus 10 miljoen waard, willen gelijk 1 miljoen zien of zo, of 2 miljoen. Ja. En dan, kon er maar eens aan. Ik heb het niet. Overigens krijg ik wel jeuk van het woord huisjesmelker, weet je wel. Ja, ik krijg er ook een jeuk van, inderdaad. Mensen vaker, ja. Het is weer een non-argument. Het is gewoon geen argument. Je noemt iemand een huisjesmelker en daarmee is hij een lul. Verleend, weet je wel. Dus, er zijn mensen die willen gewoon, zoals je al zei, graag vrij zijn, zeg maar. Hè? Die niet een blok aan hun been van bakstenen moeten rondlopen. En je loopt enorm veel risico als huisjesmelker ook. Want als je kijkt naar in Amerika, daar heeft de Center for Disease Control heeft eigenlijk gewoon de huur opgeschort voor een jaar. Dus je krijgt, als jij ervan afhankelijk bent voor je inkomen, je bent gepensioneerd en je denkt ik heb een paar appartementjes en van de huur kan ik leven. Dan zit je gewoon met het probleem dat de CDC kan zeggen van nou komende jaar krijgt niemand, hoeft niemand de huur te betalen. En dan ben je gewoon al je inkomsten kwijt voor een jaar. En sowieso is de terugverdientijd op een pand is heel veel. Het kost jou een paar honderdduizend euro. En met honderdjes per maand komt het weer terug. Dus. Er wordt dan vaak ook verweten van ja, jullie buiten huurders uit. Want jullie gooien de prijzen maar omhoog. En dat is de overheid, weet je wel. Die komt met allemaal milieumaatregelen. Ja, en dat moet doorgerekend worden in de prijs, weet je wel. Ja, en vaak heb je ook nog een huurbegrenzing. Dat is niet meer, want ik weet nog wel, ik heb ook 12 jaar lang in een huurhuis gewoond, denk ik. En de mensen die er het langst zaten, die hadden de laatste huur. En daarvoor zat ik ook in een huurhuis in Den Haag, was ook zo. Er zaten dan mensen die betaalden geloof ik 300 in de maand of zo. Die zaten in een prachtige locatie in Den Haag. Ja, mijn oma had dat ook. Die wilde niet meer weggaan, want ze konden natuurlijk niks vergelijkbaars krijgen. En het enige reden dat het zo laag was, omdat het per jaar niet meer dan zoveel omhoog mocht. Ja. En hij kon dat pand gewoon niet meer verkopen, omdat die huurders er niet meer uit kon krijgen. Dus dat is een groot risico van een verhuurder. En bij dat volgende pand hier had ik dat ook, dat die mensen willen niet meer weg. Hè? En ook toen ik daarin kwam, en ik heb er 12 jaar gezeten, toen had ik buren aan de linker en de rechterkant. Toen ik wegging na 12 jaar, zaten die er nog steeds. Want die zei ook van, ja, je kan niks beters vinden eigenlijk. Beter dan dit krijg je er niet. En het is natuurlijk ook een pain in the ass om te verhuizen. Maar het is ook wel zo dat
dat die mensen die doen dat omdat de prijs niet omhoog gaat. Minder dan inflatie. Dus als je er lang genoeg zit, als je er 30 jaar blijft zitten, betaal je gewoon een relatief heel lage huur. En als huisjesmelker krijg je dus minder vergoed dan de inflatie. Ik bedoel, je hebt ook mensen die vaak voor hun beroep dan weer hier en dan weer daar in het land moeten werken. Voor hun is het makkelijker als ze gewoon kunnen een huurhuis hebben en dan dat op kunnen zeggen om zo weer in een andere stad te gaan zitten. Zoals mijn vader dat een tijdje gedaan. Want die moest van de ene naar de andere kant van Nederland toe, hè. Zijn werk. Maar ja, de overheid zit niet stil, helaas. Het is een demissionair kabinet, hè. En die jaagt er toch voor alles doorheen. Oh, en ik zie wat in de chat, trouwens. Lees jij ons even voor wat er in de chat staat. Alleen met de juiste QR-code mag je nog genieten. Dus dat schilderij kan nog aan de muur hangen. Maar de overheid bepaalt wel of je ervan geniet of dat het in box 3 moet. Maar dat is het mooie met kunst natuurlijk. Dat je kan niet zeggen van ja, dit is duidelijk, heeft niks met kunst te maken. Zeg, hey, een drol van 2 bij 2 meter is ook kunst. Een banaan aan de muur geplakt is ook kunst met duct tape. Dus wie ben jij om te zeggen dat deze 24 bij 24 pixels... Dat geen kunst is. Ja. En het punt is natuurlijk dat het geeft eigenlijk een beetje aan dat jij al heel vroeg bij de crypto wereld betrokken was als je zo'n cryptopunk hebt. En het raar is dat Visa, die koopt er gewoon eentje voor meer dan $100.000. Maar Visa, dat is natuurlijk, wat hebben die nou met crypto te maken? Dat is, ik denk dat wat geld wit gewassen moest worden. Een blamage. Volgens mij is het bij de Nederlandse wetgeving zo dat het een beetje afhankelijk is van hoe lang jij het goed in bezit houdt. En ook of je dus winst maakt in de doorverkoop ervan. En als er dus op een gegeven moment iemand zegt van ja, ik bied jou het dubbele ervan. En jij zwicht ineens en je zegt ik doe dat. Dan kunnen ze toch zeggen van ja, maar dan heb jij dus eigenlijk heb je er niet echt van genoten. Want als je dan zomaar ineens voor het dubbele bedrag het wel doet, dan heb je het toch als belegging gezien. En zo werkt de Nederlandse Belastingdienst. Die gaan al die zaken individueel bekijken en dan gaan ze op elk dingetje, ja, je hebt op Facebook ooit geschreven, weet je wel, nou, en op die manier maken ze hun je case. Zou kunnen zeggen, van nee, ik genoot er wel van, maar niet zoveel dat ik een dubbel prijsbod niet kon weerstaan. Ja, precies. Maar dan moet heb ook je dus af en toe wel eens afscheid nemen van dingen. Ja, want ik heb hier ook, kijk, ik heb mijn dagboek meegenomen en ik heb die dagen. En ik begon er al een beetje een hekel aan te krijgen. Het was tijd voor wat anders. Je mag er ook wel eens een schilderijtje veranderen aan de muur, toch? Ja, nee, precies. Je kan er dus allerlei draaien aan vinden. Met de Belastingdienst in Nederland kun je, als je maar goed kan argumenteren, dan Het punt is een beetje dat je zit te argumenteren met de Belastingdienst, wat te belachelijk voor woorden is. Ja, als ze je aardig vinden, dan mag het. En anders niet, zo komt het gewoon. Zo willekeurig is het vaak gewoon wel. Een kratje wijn op de stoep van de ambtenaar, dan komt alles weer goed. Ja, het is toch vaak. Maar goed, ja, we hebben hier een demissionair kabinet. En dit demissionaire kabinet dat overweegt boeren te onteigenen vanwege stikstofuitstoot. Ja. Ja. Demissionair zijn is toch alleen maar even op de tokenboxen? Ik heb er niks op gevolgd. Ik heb dit helemaal langs me heen gegaan. Ja, het is wel te triest voor woorden dat dit is in feite een soort kolgozen ga je dan doen. Je gaat gewoon boeren onteigenen. Dat is hun grond. Misschien hebben ze dat al generaties lang van familie op familie overdragen. Komt er een demissionair kabinet en die zegt van, oh, wat een chique idee, nou is van ons. En omdat jullie te veel stikstof uitstoten. Dit is echt in Nederland is eigenlijk niks. Kent ook eigenlijk geen eigendomsrecht. Nee. Het is eigenlijk van de koning. Hè? En dan bedoel ik het instituut de koning, niet van de man die zichzelf koning. Nee, als jij je onroerend goedbelasting niet betaalt, dan kunnen ze ook gewoon je huis inpikken. Ja. Dus, maar hier is het niet zo dat die boeren hun belasting dan niet betaald hebben. Wat ze uiteindelijk gewoon
gebeurd is dat er wordt gezegd, ja, jullie hou je niet aan onze waanzinnige wetten. En daarmee hebben wij het recht om jullie grond af te nemen. En je wat fiat geld voor terug te geven. Dat we net uit de drukpers wissen. Ja, ik vind het toch wel heel serieus, ook omdat het voedselproductie is. Hè? Als je weet wat er in die softgozen gebeurde. Ik zie staatsvijand er al over beginnen. Op zich onder Stalin hoorde weinig over stikstofproblemen. Dus ja, maar je weet dat die gewoon geen voedsel produceerde. En dan, ja. En je weet ook dat de overheid heel vaak honger gebruikt heeft om mensen te controleren. Want dan hebben ze geen marge meer. En dan als je echt maar heel op het randje zit qua overleven. Dan heb je niet veel keuze. Als ze jouw voedselbonnen aanbieden of je baan afnemen. Of dan ben je gelijk de sjaak. Dus dan moet je wel meegaan. Je moet wel het vaccin nemen. Want anders ben je baan kwijt. En zonder baan ben je gelijk... Zit je binnen 4 weken zonder eten. En met eten zelf is het ook zo. Je kan nog zo... Want dat is natuurlijk het hele vervelende voor de overheid. Als jij heel rijk bent, dan kan je altijd nog wel eten kopen. Maar dat willen ze niet van die mensen die arrogant zijn en denken van ik red mezelf wel. Dus op een gegeven moment zeggen ze, nou, je mag gewoon de supermarkt niet meer in zonder je QR-code. En dan maakt het niet uit hoeveel geld je hebt. Je kan nog steeds niet bij je eten komen. En als ze met voedselbonnen gaan werken, omdat de boeren geen voedsel meer produceren, maar dan moet alles een beetje verdeeld worden met voedselbonnen, wat er nog geproduceerd wordt. Ja, dan maakt het ook niet uit dat jij heel rijk bent. Je kan er toch niet veel mee met dat geld. Ja. Nou, je hebt hier dus heel veel mensen die gewoon op de stoep hun spulletjes verkopen, elke dag. Groente voornamelijk, vlees niet zo natuurlijk, want ja, het is op straat. Maar groente en fruit, dat kan ik hier gewoon, als ik dus de deur uitloop, dan heb ik in een straal van 200 meter heb ik 6 locaties, buiten de supermarkten die er ook nog eens zitten, maar 6 plekken waar je voedsel kan kopen. Dus misschien dat je dat dan wel gaat zien, dat mensen het in de Albert Heijn kopen, en dan gaan ze het voor de Albert Heijn... doorverkopen voor de dubbele prijs aan de mensen die geen mondkapje dragen. Ja, maar daar krijg je natuurlijk weer concurrentie tussen. Want die mensen, dan gaat er iemand anders verkoopt het voor 25% en dan iemand voor 10% winst. En dan... Ja, ja, nou ja. En ja, maar dat je voor dat die... Maar dat is dus een... Wordt er nou die aan de deur bezorgen? Dat je daar toch gewoon geen QR-code voor nodig hebt? Sorry, wat zei je? Die diensten, die boodschappen leveren aan de deur. Ja. Nee, maar ik denk dat uiteindelijk natuurlijk als je de boeren gaat aanvallen, dan is het niet zozeer van jij mag de supermarkt niet meer in. Dan is er ook als je de supermarkt er wel in mag, want dan zullen er altijd mensen zijn die zeggen, joepie, ik mag met mijn QR-code de supermarkt in en die sukkel, die beukelman die zijn vaccin niet nam, die zit nou mooi in de problemen. Het punt is alleen dat niet lang daarna de supermarkt ook geen voedsel meer heeft. Dat is net zoiets als die mensen die zeggen van, oh joh, ik heb een vaccin genomen, ik mag reizen. En boom, daar is je booster shot en je paspoort wordt gewist elke 6 maanden. Dus het biedt je altijd een halfjaartje extra ruimte dan. Dat je denkt van, nou, ik ben toch beter af dat ik compliant ben. En dan na een halfjaartje ben je ook de sjaak, want dan is er gewoon, mag je de supermarkt in, maar dan is er geen voedsel meer te krijgen. Nou, wie weet. En ik denk dat dat soort landen... Ik hoorde vandaag een interview met iemand uit Zuid-Afrika was weggevlucht. Die uit Zuid-Afrika was weggevlucht. En die vertelde dat hij op zijn 15e was uit huis uitgegaan. Was hij gaan reizen door Afrika. En hij zei, ja, je kon al heel goed merken dat die landen waar ik kwam... in zuidelijk Afrika, zeg maar... die waren allemaal ooit zo geweest als Zuid-Afrika. Welvarend en rijk en... En dat was allemaal naar de shitters gegaan. En hij voelde aankomen dat in Zuid-Afrika ook zou gaan gebeuren. En daarom wilde hij daar ook zo snel mogelijk weg. En hij zegt nu ook van, ja, dit zie je ook nou wereldwijd gebeuren. Dat er nou, wat er wereldwijd gebeurt, dat is ook een soort Zuid-Afrikanisering. En
dat is geen goede zaak. En hij zat een beetje te speculeren van waar kan je dan het best zitten in een land waarbij je heel veel kleine voedselverkopertjes hebt, zoals inderdaad dat Servië wel. Omdat die zijn veel moeilijker te controleren dan de grote voedselproducenten. Want wat je nu al ziet is bijvoorbeeld dat als jij een boerderij hebt in Amerika, dan mag je geloof ik alleen nog maar produceren als jij al je personeel gevaccineerd is. Dat betekent dus gewoon dat ook als jij zelf een boerderij hebt, kan je gewoon zo buiten werking worden gesteld door de overheid. En dat lukt niet in, denk ik, in landen zoals Servië of Georgië of Costa Rica of zo. Gewoon omdat de infrastructuur er niet is om al die kleine keuterboertjes dit soort waanzinnige dingen te laten. Door wetgevingen doorheen te drukken, waardoor die boeren moeten fuseren. En dan worden het grote boeren. En die kunnen dan alleen nog maar aan de supermarkt leveren. Want ja, dan maken ze van die contracten, weet je wel. Dat is in Nederland ook zo gegaan eigenlijk. Ja, maar dat gaat wel een jaar overheen. Er gaat een hoop tijd overheen. Doen ze dan versneld. Want nu weten ze ongeveer wat de weg is daar naartoe. Ja, maar ja. Ik bedoel, als je wat meer tijd wil hebben, dan kan je naar dat soort landen misschien. Kan je nog wel wat langer uitzingen. Ja, maar het komt hier inderdaad ook wel hoor. Maar ik wilde er nog aan toevoegen dat dat beter bij de Europese Unie komen wel, ja. Ja, maar dat wordt er zo lang gesproken. Dat zeggen die politici allemaal. Omdat ze dan elke keer een handje mogen schudden met iemand die er wat in stopt. Ja. Maar de mensen die zitten er niet zo op te wachten. Nee, ik wilde toevoegen dat soort winkeltjes op de hoek van de straat, dat is allemaal informele economie. Daar krijg je geen bonnetje en het is geen btw die je daar betaalt op je mais. Dus ja, dat is gewoon zo gegroeid, omdat de mensen je moesten overleven. Er is een hele kleine overheid. En de afgelopen 30 jaar is het zo, 20 jaar is het zo gegaan. Dus ze hebben dat nou opgebouwd en dat is wel een heel goed gevoel in principe om tussen te lopen. Je koopt een meloen voor 60 cent. En ja, dat... Ja. Ik denk dat je ook het veiligst bent als je bij een bevolking zit die zwaar bewapend is. Ja, dat is ook een goede bescherming. Maar ik denk dat uiteindelijk de ultieme bescherming is een intelligente bevolking. Als je tussen allerlei maloten zit, dan kan je eigenlijk niet tegen beschermen, want dat noemde hij ook. Ja, maar maloten heb je overal eigenlijk hoor. Ja, maar hoeveel maloten? Daar gaat het om. Niet dat er maloten zijn, maar hoeveel maloten zitten er om je heen? Hoeveel gebrainworste zombies? Want dat is uiteindelijk wat natuurlijk bij Stalin en Hitler en Mao en zo, hoeveelheid gebrainworste zombies was te groot geworden om daar ook wat aan te doen. En dat vertelde hij ook. Hij kende dan in Zuid-Afrika mensen die zeiden van, nou, dat maakt niet uit, wij hebben gewoon onze eigen community, we zijn helemaal zelfsustaining en we zijn bewapend ook. En hij zei, ja, maar je doet er niks tegen als er een hele menigte plunderaars op je afkomt, dan heb je er gewoon niks aan dat soort... Belangrijke machinegeweren te hebben. Ja, je moet inderdaad enorme vlammenwerpers en machinegeweren, je moet drones en F-16's hebben, je moet in ieder geval heel zwaar bewapend zijn om daar die vrouw van die Amerikanen die toen die Black Lives Matter protest aan de poort kregen, die had kennelijk zo'n antiek geweer wat helemaal niet werkte. Hoe heetten die twee nou? Zijn aangeklaagd omdat ze zich hadden beschermd. Zo'n klappertjespistool, zo'n heel kleine ladygun, en die andere had was voor mij gewoon een AR-15 of zo. Ja, die andere die had wel echt een wapen inderdaad, maar zij had toen, ze gingen voorstaan en ze gingen allemaal zwaaien met dat geweer en dat was toen genoeg om die hele menigte, die allemaal, ja, ik weet niet wat ze allemaal riepen, ik weet het niet. Ik ben niet zo'n sensatiezoeker dat ik onthoud, maar ja. Ja, maar ik bedoel, als je hele samenleving naar de shitters gaat, er zijn ook een aantal Joden die hebben hun wapens niet opgegeven in de Tweede Wereldoorlog, of eigenlijk voor de Tweede Wereldoorlog in Duitsland. En die hebben het ook uitgevochten. Die zijn in een wijk teruggetrokken en die hebben gevochten. Maar gevochten tot ze de dood erop volgden. En bedoel, als kleine groep kan je het niet tegen een groep maloten. Als je echt een grote groep maloten hebt met een enorm waandenkbeeld gedreven in hun hoofd, dan
dan kan je daar niet tegen verdedigen. Je moet in een omgeving zitten waar redelijk wat sane mensen zitten, zeg maar. Waar redelijk wat verstandige mensen op zitten. Ja. Eigenlijk ben ik wel gek dat ik elke keer met die e-gulden nog probeer om het te veranderen. Want ik kan beter eruit blijven. Vluchten is eigenlijk volgens mij altijd de beste optie als je het bekijkt. Want neem nou, je had in Zuid-Afrika gebleven en je had geprobeerd te vechten om het land nog enigszins beschaafd te houden. Ja, dat was je waarschijnlijk toch niet gelukt. Dan was je alleen er onderdoor gegaan. En ja. Hetzelfde geldt eigenlijk voor al die dingen. Had jij hard kunnen vechten om de ondergang van Rome tegen te gaan? Had je hard kunnen vechten om Stalin of Hitler tegen te houden? Nee. Wat je had moeten doen in dat soort gevallen, als je een individu raad had moeten geven met de wetenschap van de toekomst, had je moeten zeggen, stop maar met blogartikelen, stop maar met schrijven van boekjes en pamfletten en theaterstukken en proberen argumenteren en zo, wegwezen. Dat is het enige wat er nog op zit. Geen parades meer in Amsterdam. Komt er nog een vervolg op die parade van jullie? Ja, die was niet van ons hoor, maar er schijnt nog wel wat te komen, heb ik gehoord. Mijn verjaardag is 29 september, hè? Als jullie mij nou plezier willen doen, dan ga je met z'n allen op 29 september lopen. We hebben nog veel meer berichten. Hier nog een berichtje over van de SP, die hebben weer een fantastisch plan. Ze willen een boete die gekoppeld is aan je inkomen. Wat als je helemaal geen inkomen hebt? Krijg je nul boete. Dan houden ze het in op je basisinkomen. Okay. Maar dit hebben ze in Finland al. Hè? En ik denk dat in andere landen, sommige landen ook wel, dat je boete gekoppeld is aan je inkomen. Want dat betekent dat als je alle prijzen koppelt aan je inkomen, ook de prijs van brood gekoppeld aan je inkomen, de prijs van groentesoep gekoppeld aan je inkomen. Gaat in één keer iedereen minder. Dan heb je eigenlijk gewoon het communisme te pakken. Ja, waarvoor zou je dan überhaupt nog een hoog inkomen proberen te verwerven? Ja. Er is geen enkel nut meer voor dan. Heel veel zwartwerkers. In Zwitserland hebben ze het ook. Een Zwitserse vrouw haalde onlangs de internationale pers toen ze een boete op de mat kreeg van 190.000 Zwitserse frank, oftewel 175.000 euro. Maar het is misschien minder gek dan het lijkt. De vrouw reed 43 km per uur te hard en heeft een geschat vermogen van zo'n 12 miljoen euro. Ja, als ze een vermogen van 12 miljoen euro heeft, dan mag je dus best 175.000 euro afpakken. Geschat, hè, geschat. Het kan ook zijn dat ze dat helemaal niet had. Het punt is dat ze dan waarschijnlijk een bedrijf bezit of zo. Heeft ze een bedrijf en de waarde daarvan wordt geschat op 12 miljoen euro. Maar dat wil niet zeggen dat iemand die zo'n bedrijf bezit, er zomaar 175.000 euro uit de zak kan toveren. Dat kan niet. Hij is even een paar heftrucken moeten verkopen en een paar mensen ontslagen. Sorry, jouw slechte microfoon is niet goed hoorbaar hier. Ze heeft een paar heftrucks verkocht en een paar mensen ontslagen. Ja, zoiets. Ja, dat, sommige landen hebben ze dat dus. En ik zou me niet verbazen als ze daar in Nederland ook mee komt. Het is natuurlijk het hele verhaal, en dat is iets wat mensen volgens mij ook al wel begrijpen, dat het niet meer gaat om het corrigeren van rijgedrag, maar dat het gaat om het binnenhalen van zoveel mogelijk geld. Ik denk dat er in Nederland niet meer mensen zijn die nou oprecht geloven dat de overheid probeert mensen hun gedrag te corrigeren op de weg. Men weet gewoon wel dat dit te maken heeft met geld graaien. Ja, ik zat er nog wat alternatieven te denken van misschien moet je gewoon de waarde van de auto waarin ze inrijden als boete opleggen of geen zo. Boete. Ja, meestal, geen boete. Bij de meeste van die overtredingen is ook geen slachtoffer te bekennen. Nee, ze rijden alleen taart. Ja. Maar het punt is natuurlijk altijd dat als de wegeigenaar privé was geweest, dat met andere woorden, als de wegeigenaar geen dief en rover was, dan had hij waarschijnlijk ook wel eisen gesteld. Net zoals als jij in een privéorganisatie zoals Disneyland gaat, dan hebben ze daar ook eisen aan van je mag niet met 100 km per uur met je quad door het park heen rijden of zo. Want dan breng je andere kinderen in gevaar. Dus ze hebben daar ook regels voor. Maar Peter, en dan ga ik erop in.
als zij jou die quad zelf verhuren en hij kan toch 100, dan is het toch lastig. Als jij dan dat ding van hun huurt en er 100 mee gaat, kunnen ze vrij weinig tegen jou beginnen dat ze zeggen van ja, je mag er geen 100 mee, volgens mij. Waarschijnlijk doen ze dat ook niet. Maar goed, om die reden. En ja, zij willen gewoon voor een veilige ervaring zorgen. Helaas denk ik dat ook dat ze mensen met boven de 30 graden een mondkapje laten dragen in de blaken. De regels komen van de overheid, hè? Nou nee, in Florida ja, niet, hè. In Florida. Daar heeft die Disney zelf hard genoeg voor gelobbyd, volgens mij, hoor. Ja, dat was in Florida, hoeft dat helemaal niet. Maar dat, Disney doet dat toch als corporate policy. En dat heb ik in Nederland ook gezien. Dat winkelcentrum, en op zich was iedereen een beetje gekapt met die mondkapjes in die winkels. Behalve bij Lego. Toen een Lego winkel in Den Haag, in het Hoogkaterijnen. Nee, allemaal aan de ingang met handen schoonmaken en met kapjes op. Die zijn nog helemaal, die doen in hun eentje, houden ze de corona tegen, zeg maar. Het is een beetje zoals Luxemburg die de CO2 bestrijdt of zo. Dus, kijk je er binnen en denk je, jongens, geloof je, kijk eens om je heen. Voel je nou niet heel belachelijk? Jullie zijn de enige nog die met zo'n mondkapje omloopt. Maar dat is corporate policy, hè? Oké. Als je eenmaal zo'n baan accepteert, dan maakt het je ook niet uit wat ze je die 8 uur laten doen, joh. Dat doe je gewoon mee, want anders dan moet je er ook voor stoppen. En ik denk, als jij bij Lego gaat werken, dan weet je niet dat er een of andere maloot aan het hoofd zit die dit soort dingen doet. In toenemende mate zitten er steeds meer maloten in. Wij krijgen nou op ons werk ook allerlei cultural diversity trainingen die verplicht zijn. En nou weer een of andere ethics space, cultural, bla bla bla. Moet je een of andere cursus gaan volgen. En je voelt het eigenlijk een beetje wegzakken in het bedrijf. Je weet gewoon, oh jee, het percentage maloten in dit bedrijf is ook aan het toenemen. Dus het duurt niet lang meer voordat er geen producten meer uitkomen die enigszins waarde hebben, maar ze alleen maar aan het virtue signalen zijn. Ik zat trouwens laatst nog wel wat, kijk nog wel eens wat docu's over van hoe het vroeger ging in Amerika, weet je wel, toen er nog wel redelijk wat vrijheid was in de 19e en 20e eeuw. En dan zie je ook wel dat vanuit een bedrijf zelf ook een hele hoop onzin werd losgelaten. Dus vaak was dan de CEO, die zat dan bij of bij een of andere kerk of bij een of andere vrijmetselaarsclub. En die had een bepaald idee en dan moest iedereen zich daaraan gedragen binnen zijn bedrijf. Dus dus ook een hele hoop onzin. Dus dan met Kellogg's ook? Die Kellogg's CEO. Bijvoorbeeld, ja. Dat was tegen masturberen of zo? Dan moet je... Ja, die deed echt, dat was echt een sadist hoor. Maar die had dan een health centrum. Hij is ook een beetje de vader van de wellness. Maar hij gooide ook een hoop religie erin. Dus hij had een soort fobie voor seksualiteit of zo. Dus er werden vagina's dichtgenaaid en voorhuiden dichtgenaaid. Ja? Ja, dat soort shit. En er werd yoghurt door je anus gespoten, want dat zou dan met hoge druk, hè? Want dat zou dan je ingewanden reinigen. Elke keer als ik met jullie denk, het kan niet gekker, dan komt Johan er weer overheen. Yoghurt onder hoge druk door je anus spuiten. Ja, zijn broer heeft trouwens de cornflakes uitgevonden. Dus, maar nou, dus niet over, ja, het waren twee broers. Die hadden dan een enorme wellnesscentrum. Wat toen heel vermaard was, want ja, presidenten kwamen er en noem maar op. Maar de hoofd van die wellnesscenter, die was een beetje gestoord inderdaad. Maar in dat wellnesscenter werd dan de cornflakes uitgevonden. Maar toen die broer en die twee broers meningsverschillen daarover kregen, van hoe dat moest smaken. Toen is de ene broer die het eigenlijk bedacht had, die is toen weggegaan. En die is dan die cornflakes begonnen, zeg maar, die we nu kennen. Ja. Dat was zo, zeg maar, die was wat minder gek. Die was eigenlijk wat normaal. Ja, daar krijg je ook het punt natuurlijk, dat ook via familiebanden kan enorm kapitaal opeens in hele domme handen komen. Die er hele dwaze dingen mee gaan financieren.
Nou, die man van het wellnesscentrum die is failliet gestorven, hè, met een schuld van 2 miljoen. Hmm. Dus, ja, dus, maar je weet nooit. En dat zie je eigenlijk bij Rockefeller ook gebeuren. Natuurlijk een enorm rijk iemand. En die zet het dan in een stichting om te voorkomen dat er wat misgaat. En die stichting moet dan allerlei goede doelen gaan houden. Maar wat er natuurlijk gebeurt is dat zo'n stichting, die wordt natuurlijk helemaal bekropen door allerlei psychopaten die gewoon hun ideeën willen uitvoeren ten koste van alles. En daar een grote zak geld zien waar het mee mogelijk is. Dus die lullen zich een slag in de ronde om daar binnen te komen bij zo'n organisatie. En dan zie je dat zo'n organisatie over de loop van de tijd, dat van een liefdadigheid opeens een satanische klerenbende wordt. En dat is heel moeilijk te voorkomen. En wat dat betreft kan je haar beter hebben zoals je, ja, dat je van die hele rijke industriëlen hebt. En die hebben dan een zoon zoals Hunter Biden. Nou, eigenlijk is dat nog beter. Die gaan gewoon alles aan hoeren en drugs uitgeven. En auto's die ze totaal losrijden en weer een nieuwe kopen. En dan is het geld op een gegeven moment op. Is er lekker snel doorheen. Het is er lekker snel doorheen. En dan kan het eigenlijk ook geen kwaad meer. Terwijl als je het in zo'n goed doel gooit. Oh man, dan weet je bijna zeker dat dat ding dat bekropen wordt door de vreselijkste elementen uit de samenleving. Je had ooit in Nederland dat je zo'n schatrijke man begin 20e eeuw. Die had dat was een tekenaar en die heeft heel veel geld verdiend met zijn tekeningen. Maar die had dat heel slim gedaan. Hij heeft bijvoorbeeld dat etiket van Betuwechem bedacht. En hij heeft voor heel veel bedrijven heeft hij dan logo's en reclame tekeningen gemaakt. En die man is, die was schatrijk. En zijn twee kinderen hebben hij dat hele fortuin binnen no time er doorheen gejaagd. Er was zelfs een verhaal dat een van die zoon die is, die had geen zin om als hij geen zin meer had in zijn auto, liet hij het langs de kant van de weg staan. En er waren gewoon Rolls Royces, hè. En dan kocht hij gewoon weer een nieuwe, want de andere was hij gewoon beu of hij vond de kleur niet leuk of zo. En dan liet hij gewoon langs de kant van de weg staan en dan kocht hij weer een nieuwe auto. En op een gegeven moment was het geld op. Maar dat zijn ook mensen die weten dat ze niet met geld kunnen omgaan. Dat het niet aan hun besteed is. Dus die knallen wat de hardbouw ook daarin. En vandaag de dag zou je kunnen zeggen, je koopt er ook bitcoin van. En je geeft de sleutel aan niemand. En dan verdeel je eigenlijk het geld onder alle bitcoin holders. Bitcoins burnen. Ja, eigenlijk burn je ze dan. Dan zit het geld door. Je kunt een dividenduitkering doen aan alle Bitcoin Cash adressen. Ja, eigenlijk is dat een vrij safe manier. Omdat dan gaat het geld naar een hele hoop mensen toe. En dan kan het nooit enorme klerenbende worden. Terwijl, heel vaak die hele rijke figuren, die hebben dan een kind. En die is gewoon helemaal, die draait gewoon helemaal de soep in op dat geld. Die heeft nooit moeten vechten, heeft nooit hard voor moeten werken. Die snapt niet wat het is om geld te verdienen, om beslissingen te nemen, om verantwoordelijkheid te nemen. Dus dat is eigenlijk een dronken iemand met een sportauto. Dat is heel link. Je moet eigenlijk zo'n treasure hunt naar je kapitaal. Dat je het zo allemaal op één bitcoin adres en dan op een bepaalde manier verstopt. Dat je dan denkt van de enige die dit kan vinden is iemand aan wie ik het toevertrouw. Ja. Maar trouwens over het corporate policy gesproken. Ik heb hier nog een bericht over van KLM. Even kijken hoor. Ja, wie was het nou ook alweer, Johan, die daarmee kwam? Het wat? Oh, Klaas. Ja, Klaas. Hè? Oh ja, Klaas. Die zei dat allemaal al, hè? Ja, daar zullen we begin januari weer met hem over hebben, denk ik. Want, ja. In januari deden die voorspelling. Deze kwam op de lijst van Klaas. Die schrijven we aan de lijst van Klaas toe. De lijst van Klaas. Kijk hoor. De lijst van Klaas! Hartstikke idee. Echo effect. KLM vergroent. Vlees verdwijnt uit het vliegtuigmenu. Ik moet er wel even bij zeggen. Dat is gewoon voor de gewone reiziger. Business class en zo. Daar kun je nog wel gewoon vlees krijgen.
Een soort verkapte inflatie is het eigenlijk. De staatsvijand is zeg maar wat. Nobelprijs voor de vrede is ook zoiets. Alfred Nobel draait zich om in zijn graf. Ja, inderdaad, dat is ook zo. Die hebben een hoop geld verdiend. Die denkt, ik doe iets moois met mijn geld. En het kan haast niet fout gaan, Nobelprijs voor de vrede. Nou, voor je het weet, wordt het aan de meest wanstaltige figuren weggegeven. Ja, het ligt er ook aan welke Nobelprijs je wint. Want als je in 2015 de Nobelprijs voor de geneeskunde wint, dan wordt het tegenwoordig naar je waardeontwormer. Dus ja, je kan nog zulke briljante dingen uitvinden. Als het op dat moment net niet uitkomt, dan word je gewoon aan de kant geschreven. Ja, dus, wat dat betreft weet je niet. Je kan niet over je legacy regeren. Maar dat is het hele rare natuurlijk. Het kan ook heel goed uitpakken van iemand die een boek geschreven heeft. En dat is bijna ongelezen ten onder gegaan. Ik heb wel eens gehoord van iemand die ging dood. En zijn moeder die overleefde nog. En die besloot dat boek te gaan pushen en marketen. En dat werd een enorme bestseller. En succes. Het kan alle kanten op gaan. Maar als er een hele hoop geld in een fonds zit. Ja, dan heeft wel grote kans op een groot zootje. Want het is heel moeilijk om met geld om te gaan. Het is, als jij alleen al een of ander groot huis koopt of zo, er komen allerlei kosten bij. Die moet je ook bij rekenen. Je moet eigenlijk zorgen dat je cashflow positief blijft. Je ziet het heel vaak met miljonairs uit een loterij. Dat die winnen dan ene keer een hoop geld. Laatst hoorde ik nog in Engeland. Was iemand die had £178 miljoen verdiend of gewonnen met de loterij. En nou zat hij in het ziekenhuis, want zijn dochtertje van 15 was met haar auto tegen een zoontje aangereden op zijn quad. En een zoontje van 6 of zo. Dus hij had een zoontje van 6 die reed op een quad rond. En de dochter van 15 op een auto op eigen terrein. Want die mocht natuurlijk niet op de openbare weg rijden. Die waren tegen elkaar aangereden en het zoontje was zwaar gewond geraakt. Dan denk ik wel van ja, als jij 178 miljoen wint, dan hoef je ook niet per se gewoon de meest stomme dingen te gaan doen. Eigenlijk waren die mensen beschermd tegen zichzelf door gebrek aan geld. En dat werd weggenomen en toen ging het ook gelijk missen. Die kijken hele dagen van die reality shows waarbij de kinderen hele dagen kwad rijden. Mm. En denken ze, nou kan ik het ook. Yes. Ja. Hoor erbij. Ja, ik denk gewoon maar ik denk ook dat dit inderdaad een beetje, om op dat KLM verhaal terug te komen, een beetje shrinkflation is. Hè? Van we verschonen uw handdoeken niet meer in het hotel. Oh, maar we doen het voor het milieu. En alle verpakkingen bevatten minder dan ze voorheen bevatten, maar tegen dezelfde prijs. En ja, je doet het voor een beter dieet of zo. En dit is denk ik ook zo. Het is natuurlijk voor hen ook heel goedkoop om het vlees eruit te halen. En dan zeggen ze, nou, dat doen we voor het milieu, duurzaamheid, bla bla bla. Hupsakee, klaar is Kees. Krijg je alleen nog maar stroopwafels en zoetigheid en dat soort rotzooi. Ja. In de business class kun je nog wel gewoon vlees krijgen. En als je bijbetaalt in de gewone klasse, kun je het dan ook niet kopen? Of dat dan niet? Dat is niet te doen. Okay. Ja, wat ik denk, het is ook natuurlijk van, ze willen het misschien het vliegen ook weer gewoon voor de elite. Ik zou dan twee stoelen zou ik nemen. Eén in de business class en één in de gewone. En dan zou ik met mijn vlees naar die tweede stoel lopen om het zo... Wij hebben dat wel hoor. Wij hebben dat wel. Als je die voorbij dat gordijn gaat, kun je gewoon vlees eten. Wij van de elite. Maar volgens mij zijn die insectenburgers, als je die eenmaal... Als je er een biertje bij drinkt, een paar van die biertjes, dan proef je dat amper, joh. Ja, zou dat straks dan wel weer insectenburgers komen in de kamer? Ze hebben nu brood van meelwormen. Oh ja, dat las ik. Miam. Ja, dus het komt er gewoon, aan. Dan heb je allemaal van die vliegtuigsandwiches met meelwormbrood. Je had zo'n boek of zo, Soylent Green heette die. Dat was dan dat je... hadden ze uitgevonden dat je met een of andere smoothie van 75 cent kon je,
kon je net genoeg voeden de mensen onderdanen om ze een dag te laten arbeiden. Dat was de optimale situatie. Ja, ja. Nou, ik heb toen wel een tijdje die Joey van Koningsbrugge, kennen jullie die? Nee. Die heeft mijn tijdje, dat is ook een libertariër, die heeft het poedervoedsel, hoe heet dat nou? Ja, het was hier Joyland, maar nu heet het anders. Nee, wel. Wat is? Joyland. Die heeft mij nog een tijdje gesponsord met dat Joyland. En daar heb ik nog maanden op geleefd in Wonderland. Joey, bedankt nog. Dat was een goed, mocht je kijken, bedankt. Peter, als je niet te veel activiteiten verricht, dan is dat prima vol te houden. Joyland heet nou anders. Hè? Dus als je hele dagen op veranderd. De plantoenplantage moet werken, of katoenplantage moet werken, dan... is minder. Ja, dan heb je misschien wel een dubbele portie nodig, maar... Ja. Maar ik zoek nog iets wat lang houdbaar is, een soort prepper-achtige... Oh ja, dat is bij daar kijk ik wel eens naar, heet die gast nou? We Are Change, Luc Radowski. Mm-hmm. Die prijst dat wel eens aan. Een of andere lang houdbare maaltijden die gewoon een paar jaar meegaan. En die smaken ook nog heel lekker. Hè? Die heb je echt in curry en noem maar op. Ja. Ik vraag me trouwens af bij de KLM. Doen ze dan wel steeds wijn schenken? Zeg maar. Dat zal er ook wel uitgaan. Hè? Ik heb er voor jou, ik weet niet hoe lang het houdbaar is, Peter, maar ik denk dat je er ook nog wel een tijdje overheen kan gaan, hoor, met die houdbaarheidsdatum. Ja, in geval van nood. Ja. Ja, want ik had een berg van die noedelsoep gekocht aan het begin van de coronacrisis. Zo'n doos, maar die zijn eigenlijk maar een jaar houdbaar. Nee, ik heb er nog steeds van. Ja, ik hoor die noedelsoepjes, die ben ik zo beu. Oh, maar heel vaak is die houdbaarheidsdatum moet je ook met een korrel zout nemen, hoor. Ja, dat heb ik ook wel, ja. Net zoals dat 1 miljoen jaar oude zeezout dat net binnen een jaar door de expiration date heen gaat. Dat is gewoon omdat ze willen dat je weer nieuwe koopt. Ja. En zout zelf is een conserveringsmiddel, weet je wel. Ja. Ja. Nou, ze zijn er niet goedkoper op geworden bij Joey. Hoe heet ze nou tegenwoordig? Want ze mocht die naam Joyland nog niet gebruiken. Jimmy Joy was het, ja. Het is nou €14 voor zo'n zak. Oké, okay, maar hoeveel zit erin? Hoeveel gram? Ja, als het nog steeds hetzelfde is. 10 van die zakken. Ja, ik weet het niet precies. Maar ze hebben allerlei smaakjes. Ik vond toen, als je dus, welke was lekker? Oh, dat weet ik nou niet meer, zeg. Er was volgens mij vanille en chocolade gewoon. Dat vond ik. Ja, we hebben toch weer even reclame gemaakt. Ja, de website, ja. Hij heeft me toen goed gesponsord. Ik kan het allemaal terug. Als je Yoshi Livo Wonderland in YouTube tikt, dan zie je, ik heb op een gegeven moment, had ik elke week, had ik Omroep Drenthe, had ik aan mijn tent staan. En dan had ik af en toe, dan zat ik dat spul te eten op Omroep Drenthe en dan had ik dat weer, stuurde ik dat weer naar hem door en zo, dat is hartstikke leuk. Ja, oké. Okay, ja, misschien wel die Vrije Radio sponsoren, dus we hebben nog niet echt een sponsor. Ik prijs alleen maar Bitcoin Cash aan, omdat ik er zelf achter sta. Zal ik weer eens met de e-gulden een sponsoractie maken? Dat mag, ja. Altijd goed. Moeten we er eens even over hebben dan. Ja, die 1000 e-gulden, ik heb je al adres. Vorig jaar, ja, volgens mij. Ja, goed. Ik heb je adres opgegeven en dat werk van een wallet die op een computer stond waar ik Linux overheen had gegooid. Oh, dus je bent het alweer kwijtgeraakt. Ja, daar kan ik niet meer bij. Ik hoe dacht vaak dat ik me het... dat is overkomen, Johan? Oei, oei, oei. Ja. Ik had een andere. Ik was van Mint Linux naar Pop Linux zo gegaan. En ja, ik dacht dat die op die andere Mint Linux stond. Maar nee, het was... Oh shit, het was die. En er zat ook nog heel veel spice in een bachelor wallet in de browser. En zo ben ik een... spice of zo. Ik heb nou een nieuwe computer gekocht, maar ik ben wel een... Ethereum kwijtgeraakt met de migratie naar de nieuwe. Shit. Oh, okay. Ja, dat is toch. 3000 euro of zo? Ja.
dat is duurder. Ik kan drie computers kopen. Een computer, ja. Dus het is behoorlijk kloot. Ik heb dat ook wel eens gehad. Dat ik deed cent en er gebeurde niet helemaal wat ik verwacht had. Bij het, ja, er was zo'n fork gebeurd. Ik denk, ik haal alleen het forkproduct eruit. Maar toen was ik de hoofdmoot ook kwijt. Het was ook wel even pijn. Maar ja, gelukkig kwam alles nog op zijn pootjes terecht. Ja, aldoende leert men, hè. Hey, ik lees trouwens, UWV gaf 1200 mensen per ongeluk dubbele uitkering. Terugbetalen hoeft niet. Shit. Oh, die staat op die KLM-website ergens. Ja, daaronder. Dus dat is ook even zo'n steek naar de belastingsslaaf toe. Hé, hey, we geven soms mensen gewoon een dubbele portie. En hey, het is toch van jouw geld. Dus wat hebben ze terugbetalen daar, hoeft niet. Vraag me af, wat hebben ze ervoor gedaan? Ja, maar dit hoor je wel vaker. Ik heb ook mensen gehoord die hadden arbeidsongeschiktheid uitkering. En op een gegeven moment zeiden ze van nou, mijn RSI is wel weer beter. Ik ga weer aan de slag. En dan kregen ze nog steeds een heleboel uitkering. Gingen opbellen van hey, die uitkering loopt gewoon door. Ik ben weer aan het werk en zo. Nee, dat is goed. Zeiden ze, dat werd er dan alleen gezegd. Nee, is oké zo. Dat is goed. Ja, oké. Dan gaan mensen ook niet te veel stennis lopen maken. Als ze natuurlijk een heleboel geld binnenkrijgen. En ze te horen krijgen van ja, dat is prima zo. Dan ja. Dan laat je het al snel bij zitten natuurlijk. En krijgen ze daar dan achteraf gedoe mee, net als bij de Belastingdienst? Denk ik wel, ja, denk ik wel. Ja, als de overheid eenmaal zelf gezegd heeft van het is oké, ja, dan denk ik dat ze heel moeilijk daarna kunnen komen van de hey, Ja, maar moet je wel kunnen bewijzen. Dan wil ik het zwart en wit op papier hebben. Ja, maar dat stond het ook. Oké. Okay. Ja. Maar het is altijd eng bij de overheid inderdaad. Je weet nooit of ze 6 jaar later... Ik heb dat toen ook gehad met mijn... Ja. Ik had een overjaarkaart. En had ik recht op omdat ik een studiebeurs had. En toen opeens... jaren later, toen ik al jaren werkte... zei ze, ja, die studiebeurs, daar had u eigenlijk geen recht op. Omdat u toen te veel bijverdiende. Dus had u eigenlijk geen recht op een studiebeurs. Moet je terugbetalen. Nou, oké, terugbetalen maar. En toen weer zoveel jaar later kwam er van... Oh, maar als u geen recht had op studiebeurs, had u ook geen recht op een overjaarkaart. Dan moet u ook terugbetalen. 6 jaar later nog rekeningen van de overheid die dan gaan lopen corrigeren. Ja, precies. Daarom. Ik bedoel, er zal vast een addertje onder het gras zitten. Over een tijdje zullen we daar wel weer over horen, denk ik. Ja. Ja, was het ook best duur altijd ook, hè? Die OV-jaarkaart telde voor best wel wat euro's elke maand. Ja, want ik weet dat ik die maand was, was het eind van mijn studie, ik was 1 keer heen en weer geweest van Delft naar Utrecht. Dat was het enige wat ik met die kaart gedaan had. En dan moest ik toen 400 gulden terugbetalen of zo. Of euro, of weet ik veel, een achterlijk bedrag. Dus ik denk van, ja, dat was een heel duur retourtje naar Utrecht. Hè. Ja, dan heb je die andere 5 jaar mee terugbetaald. Ja. Maar drie Nederlanders, dus, hoor dat, de Holiday Scare. Oh. Drie Nederlandse jongeren omgekomen bij auto-ongeluk in Spanje. Gij zult bang zijn voor vakantie, hè? Ja, dat moet ook gewoon doorgaan. Nu.nl. Oh ja, de Fabeltjeskrant. Ik heb de jingle ergens. Deze knop. Ja. Even kijken. En de auto sloeg de kop. 2 van de 3 slachtoffers ter plekke overleden. De derde 20-jarige man zou een paar uur later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen zijn overleden. Als ze nou maar niet op vakantie waren geweest, hè, dan had ze dit niet overkomen. Botsing met een vrachtwagen. De vrachtwagen was beladen met stro. Dat het na het ongeluk deels vlam bevatte en door de brandweer geblust moet worden. Nou ja, het is in ieder geval voor de rest niks te zeggen over het verhaal zelf. Maar het gaat meer over, inderdaad, we zijn bezig om vakantie tot een soort hel te maken. Vakantie is het echt ergste wat je kan overkomen. Je zit liever thuis in je lockdown naar Hugo de Jonge en Rutte hun persconferentie te kijken. Dat doe je het liefst daar. En Netflix. Ja. Hier komt op de reactie, zou er ooit eens iemand wakker worden en de wet opstellen dat mensen na het halen van hun rijbewijs
de eerste 10 jaar niet met passagiers mogen rijden. Die staat bovenaan aan de gelijkte reacties. Oh ja, nou, de reacties. Dat zou nog een keer kunnen gaan gebeuren, ja. Ja, je vraagt je dan af, is er alcohol in het spel als die mensen op vakantie gaan? En, vervelend. Het kan ook gewoon risicovol inhalen zijn. En dan... Ja. Je kent de weg daar niet. Het is een beetje een probleem met jonge mensen. Dat, ja, ze denken natuurlijk altijd, het zal mij nooit overkomen. Ik was, vorig jaar januari of zo, waren we in Chili. Een beetje door de woestijnweg, zo'n tweebaans weg. Rijden daar ze overheen, overal brakken langs de kant van de weg met kruisen erbij en zo. En het is ook zo'n weg dat je denkt van, ja, kan ik hier nou voorbij of niet? Ja, er komt wat aan in het, maar hoe hard gaat dat wat er aan de andere kant komt? En dat is altijd een lastig puntje en dat ging gewoon heel vaak mis. Dan hadden ze ook zo'n graf met iemand zijn favoriete auto erbij. Gewoon, dat was dan zijn grafmonument. Ik weet nog wel dat ik ging toen op een vakantie naar Renesse. En dan had ik zo'n Volkswagen Golfje. En namelijk die rotondes ging ik altijd gewoon recht overheen. Dan ging ik gewoon hoppakee. Dus ochtends als de zon nog net op was gekomen zo. Maar goed, ja. Maar dan gaan we nog even naar de bioscopen toe, want je vraagt je natuurlijk af. Ja, zo'n bioscoop. Hoe zit die in de maatregelen? Willen ze dat behouden? Of willen ze er vanaf? Ja, het is ook wel even nu.nl. Nu.nl, het is een framing als je de titel leest. Bioscopen smeken overheid. Behouden. En dan denk je ook van, nou, dat geloof ik niet. Ik geloof niet dat ze daarom smeken. Maar de truc is dat het dan is van, ja, want anders moeten mensen getest worden met PCR-testen, de hele shit, als ze naar de bioscoop willen. En dat willen ze natuurlijk helemaal niet, die bioscopen. Dus oh ja, dan alsjeblieft die 1,5 meter maatregel. Dus eigenlijk een beetje van, wil je anaal verkracht worden of vaginaal of zo, en dan maar vaginaal of zo. Want, en dan mensen smeken om vaginaal verkracht te worden. Ik denk ook dat als ze die 1,5 meter in werking hebben, dat ze recht hebben op een schadevergoeding daarvan. En dan verkopen ze dus 1 op de 3 stoelen sowieso. Of misschien wel voor elke stoel die ze verkopen, verkopen ze er eigenlijk 6. Nou, oké, okay. En dat hebben ze niet meer misschien als er een test geldt. Ik denk dat heel veel mensen inderdaad niet met test shit naar de bioscoop toe gaan. Nee, misschien ook niet met hoe dat het nu al gaat met die 1,5 meter. Maar dan kunnen ze zeggen, ja, overheid, we houden 1,5 meter afstand. Maar dat betekent dat voor iedere gast die we hebben, moeten we 8 stoelen vrij houden eromheen. Dus wij hebben maar een capaciteit van 1/9, 11%. En we willen dan de rest van jullie... Ja, zou kunnen. Ja. Ik denk dat je met een bioscoop heel makkelijk een berekening kan maken van hoeveel omzet je daardoor verliest. Ja. Ze hebben ze gewoon gegarandeerd omzet. Ja, belasting. Ja, in ieder geval, het is natuurlijk een beetje raar om als jij zo'n organisatie stelt voor 2 vreselijke dingen. Ja. Is er smeken dan om die ene, of zeggen van nou dan maar liever dit. Dat je dan zegt, oh, ze smeken erom. Ze vinden het zo geweldig, die 1,5 maatregel willen ze gewoon dolgraag hebben. Die willen ze zo graag, willen ze dat. Nee. Daarom, Peter, nu.nl, dit is gewoon de fabeltjeskrant. Het is gewoon absurde realiteit van vandaag. Ja. Goed te weten hoe dat geframed wordt, hoe ze dat soort dingen doen. Maar het is de false dichotomy eigenlijk. Hè? Van, ja, wil je dit of dat? En allebei 2 slechte opties. En dan, en dan neem je er maar eentje. Van, dan maar dit. Ah, ze smeken erom. Ja, het is... Wie gelooft het, hè? Maar ja, toch, wie gelooft het, zeg ik dan. Misschien staat er wel een teller onderin, hoe vaak het bekeken is. 186 reacties, dat is dubbel zoveel als het vorige bericht. Maar dat ging ook over, dat was ook niet zo'n leuk bericht, hè, met die holiday scare.
Nee, ja, ik zat even te kijken of er iets interessants wordt gezegd in de reacties. Van, ik wil ook graag 1,5 meter afstand in de bioscoop. Ja, maar eigenlijk, het is dus, je moet niet op vakantie gaan, maar je moet ook niet naar de bioscoop gaan. Dat is echt, er blijft er bijna niks over. Je moet gewoon thuis blijven zitten. Dat is ook heel goed voor de CO2-klimaatcrisis. Dat is 1,5 meter kijken. In een ja, cirkel. Televisie kijken. Je hebt Politiek 24, daar kun je de hele dag terecht. Is dat die 1,5 meter in de bioscoop in een cirkel? Dus dat er ook voor jou geen mensen zitten? Dat is wel prettig natuurlijk, hè? Ja, ik denk dat het wel uiteindelijk in de kaartprijs verwerkt wordt dat je geen mensen voor je hebt. Ja, of een subsidie natuurlijk. Dan wordt het waarschijnlijk in je belasting verwerkt, wie je inflatie. Ja, natuurlijk, maar... Ja, ze smijten toch met geld. Als mensen met een uitkering en een dubbele uitkering per ongeluk overgemaakte uitkering houden, ja, dan maakt het toch allemaal niet uit. En hoe meer ze bijprinten, hoe hoger die bitcoin wordt, hè? Ja. Dus hoe linksom, rechtsom, ja, ik word er alleen maar beter van. Ik huur de hele bioscoop af. Maar werkgevers willen... Oh ja, dit is... Ja, hero. Dit is... Werkgevers willen vaccinatiebewijs van personeel kunnen checken. Ja, dat zeggen de werkgevers niet. Dat zegt de belangenorganisatie, hè? Ja. Wat dacht je vandaag, Johan? We hebben nog niet genoeg bericht. Ik gooi er een paar in. Het is wel een interessant... NCW en MKB Nederland. Het is wel een interessant topic, maar dan komt het volgende punt. Want als jij gevaccineerd bent, wat geen vaccin is, dat blijf ik maar even herhalen. Het is geen vaccin, beste mensen. Het is geen vaccin. Volgens de nieuwe definitie wel. Ja, dat is allemaal leuk en aardig, maar het is al. Als je die prik genomen hebt, kun je dus nog steeds mensen ziek maken. Dus gaat het er nu om? Want ik heb hier dan wel een filmpje over gezien. Er was een mevrouw die daar wat over te vertellen had. Die dat redelijk goed probeerde. Maar toen dacht ik bij mezelf. Waarom zeg je nou niet gewoon. Dat een vaccin helemaal. Wat dus geen vaccin is. Dat die prik geen garantie is. Voor het niet door kunnen geven. Of het niet ziek kunnen zijn van dat virus. Het niet kunnen bijdragen. Bijhebben van dat virus. Dus. Wat zegt dan dat vaccin? Nee, dat prikbewijs. Helemaal dat niks. Je een gehoorzame onderdaan bent, dat zegt het. Ja, maar het is dus niet om te garanderen dat je mensen niet ziek maakt. Of dat je zelf niet ziek bent. Want dat zegt het dus niet. Dus dat is zo jammer dat mensen dat niet doorhebben. Sterker nog, als je Israël vergelijkt met Zweden, dan zie je dat... Ja. Israël, ondanks de derde coronaprik en enorme strenge vaccinatieverplichtingen, zie je dat er nou de cases de pan uitreist. Terwijl Zweden is er niks aan de hand. Die hebben niks eigenlijk. Zweden heeft volgens mij nu ook een inreisverbod uit Israël ingesteld. Ja, is helemaal. Dus ja, op welk moment gaan we eindelijk... Maar ja, je moet het toch, als je dit dus als depopulatieagenda volhoudt, dan ben je nu dus voor de winter als een gek iedereen aan het prikken. En dan moet dat verhaaltje nog minstens 2 maanden volgehouden worden. En, maar het rare is dus, als je daarop wijst, dat zijn dus de gekkies. Dat zijn de mensen waarvan ze zeggen van, hé, hier hebben ze... heel weinig gedaan aan maatregelen en zijn ze er vanaf en daar hebben ze iedereen volgespoten en dan lopen ze over van de problemen. Dan ben jij een gekkie, zeg maar, in de ogen van die mensen die aan de zijkant staan bij die demonstratie in Amsterdam. Zeggen, nou kijk, die is gek zijn, die zijn echt niet goed bij hun hoofd. En er is echt enorm veel voor nodig nou, denk ik. Er moet een klap in het gezicht zijn van ongekende omvang voordat hier een bekering in komt. Ze kunnen niet meer terug, denk ik. Ik weet al wat het is, Peter. I-gulden op een euro. Ik denk niet dat het gaat doen, Yoshi. Jawel, let maar op. Nee, het gaat niet alleen om de I-gulden. Ja, optimisme. Maar ja, dat gaat een klap worden, joh. Zou het zomaar kunnen zijn, hoor. Nou, ik denk wel dat het waardeloos worden van geld, dat gaat wel, Maar ze doen het ook op een langzaam tempo. Natuurlijk in de Sovjet-Unie ook heel lang gegaan. Dat
Het werd steeds minder en dit was er niet meer. Toen was dat er niet meer en daarvoor in de rij. En 6 jaar wachten op een auto. En, en mensen leverden toch maar op leunen. Want elk stapje was niet genoeg om in opstand te komen. En ja, het is natuurlijk ook moeilijk te organiseren. Gewoon nog steeds, de verhaal hebben ze gewoon nog steeds in controle. Want dat is wat er nou voor gisteren gebeurd is met dat El Salvador. En ze kunnen nog steeds die bitcoins gewoon dumpen. En iedereen blijft dus geloven in het. Want het klopt nog steeds. Ja, bitcoin is onderuit gegaan. En ze kunnen het allemaal gewoon nog steeds blijven zeggen. Ja, ik denk wel dat het kraakt hoor. Maar stel nou dat er deze winter 1 miljard doden vallen. Voornamelijk onder gevaccineerden. Denk je, wat, dat laatste komt dan nooit aan het licht natuurlijk. Nee. Er vallen gewoon 1 miljard doden en het is 1 grote paniek. En het is de 6e golf of zo. Het komt allemaal door de niet gevaccineerden. Natuurlijk. Inderdaad. Het is in India is een variant die hersenen opeet. En ik heb het idee dat die variant al veel eerder in Nederland is doorgedrongen. Goed, ja, we moeten nog even verder. Een miljard denk ik niet hoor. Ik denk niet dat het 1 miljard zijn. Nee, maar goed. Overigens, die voorzitters van die werkgeversorganisatie, die beweren allemaal dat het komt omdat de werkgevers die zeggen, ja, ze weten niet meer wat we moeten doen. We zitten helemaal klem en we willen duidelijkheid. Dus dat die engel gooien ze steeds erin. Dus, ja. Zelfs als bij de bioscopen. Maar goed. Ja, we willen duidelijkheid. Dan moeten ze dus niet met dit soort onduidelijke apps gaan werken. Want daar heb je niks aan. Want waar willen ze dan duidelijkheid over? Of iemand een medische behandeling heeft ondergaan. Of iemand een gevaar vormt voor zijn omgeving. Want als jij alleen maar weet of iemand een medische behandeling is ondergaan. Heb je dus totaal geen weet of die een gevaar vormt voor zijn omgeving. En dan kan je dus met een groen scherm totaal ook niet dat garanderen. Dus dat is mijn grote punt, wat steeds maar weer onderbelicht blijft. Ja, maar goed, hun leven in de waan dat een prikje zou helpen, dat je dan in één keer veilig bent. Nee, maar dat doet hij dus niet. Nee, maar goed, dat zijn we nu voorbij. Dat weten wij wel. Maar dat is hetzelfde verhaal. De feiten doen er niet meer toe. Ze zijn er gewoon als eerste mee geweest. Net zoals met Syrië, met Assad en de chemische wapens. Het is gewoon, zij waren er het eerste mee te zeggen dat hij zijn eigen burgers met chemische wapens bestookte. Als dan later blijkt dat het niet zo is, nou, dat maakt niet meer uit. Dat is toch een duivel. En dat is hier ook bij. Dit is wat ik ook al vanavond heb gezegd. Het komt omdat er te veel mensen gewoon zeggen van, nou ja, ik wil de sfeer niet bederven, dus oké, het is geen vaccin, maar als hij het dan zo wil noemen, dan noemen wij het ook maar zo. Nee, je moet gewoon continu vol blijven houden. Het is geen vaccin. Je moet niet meegaan in die retoriek. Ja, maar goed, we hebben het hier over die werkgevers. Die moeten gewoon domweg aan die regeltjes voldoen. En als die regeltjes niet duidelijk zijn, dan willen ze duidelijkheid hebben. Ja, maar ze noemen het dus al een vaccinatiebewijs. Bevel en weet je wel. Zodat ze domweg regels kunnen opvolgen. En nu zit ze een soort in een spagaat, weet je wel. Tenminste, dat is wat die voorzitter zegt. Het kan best wel zo zijn dat al die MKB'ers zeggen dat helemaal niet gezegd hebben. Misschien heeft eentje het gezegd. Maar ja, die voorzitter van de MKB is eigenlijk niet een spreekbuis van het MKB. Die is gewoon een spreekbuis van de overheid. Ja, dit soort clubjes zijn allemaal gecompromitteerd. Die zitten natuurlijk onder de tafel ook. En het is een beetje, kunnen jullie even hierom vragen? Ze smeken waarschijnlijk om een vaccinatiebewijs. Ja, dan denk je wel, ho, wacht even. Ik geloof er niks van. Nee. Nou ja, dat deze werkgeversclubs dat op die manier uiten zal wel kloppen. Maar of ze daadwerkelijk die werkgevers hun gevoel daarmee vertegenwoordigen, dat is... Nee, dat geloof ik niet. Maar ja, op de achtergrond zie je al Joop. Ja. Oh, ik heb het gelezen, dit stuk, zeg. Wat een... Heel slechter kan niet dan dit, hè? Als ja, nou, we hadden nog eentje gevonden die nog erger is. Was, hè? Die van de Trouw. Die was misschien nog erger. Maar het ergste is dus... Nee, het ergste vind ik nog de reacties hier. Want dit is echt... Oh, iedereen praat er ook gewoon nog in mee. Ja, maar goed, dit is inderdaad... een beetje, BNN-Vara, ja, vooral Vara dan. Dus Joop is natuurlijk Joop.nl.
Even kijken hoor. In ieder geval, ja, die hebben een artikeltje geschreven naar aanleiding van die mars in Amsterdam. Bij hun is het dan 50.000 mensen die daar kwamen. Bij dat het artikel van de Trouw waren het alweer 20.000. Ah, je moet even de titel zeggen. Ja. Grote opkomst bij ultra-rechtse anti-regeringsdemonstratie in Amsterdam. Ja. Nou ja, ik zou blij zijn als het een anti-regeringsdemonstratie was, maar die mensen waar zijn natuurlijk tegen die COVID-maatregelen. Dat wil niet zeggen dat ze tegen de regering zeiden. Ja, ja, alleen in mijn natste dromen zijn het allemaal anarcho-kapitalisten. Ja. Ja, ze lopen ook met rood-wit-blauwe vlaggen te zwaaien. Dus, ja. Ik las ook ergens, ja, de prinsenvlag. Ik had er nooit van gehoord, moest dat opzoeken. Oh, weet je niet wat dat is? De prinsenvlag, dat is rood, is oranje of zo. Dat, is dan oranje, een, dat zou dan bleu, een teken dus zijn van extreem rechtsheid. Nee, het is de vlag van Nederland van voor 1933. Ja. Ja. Ja, maar waarom dat dan extreem rechts is, dat is dan weer helemaal niet duidelijk. Ja, bij de PVV heeft er wel eens iemand met zo'n vlag staan zwaaien. Dus, ja, dat. En ze hadden nog iets, wat was nou, de prinsenvlag en... Davidsterren. Davidsterren, ja. Ja, als je bij de Davidster rondloopt, dat wil ook niet zeggen dat je antisemiet bent. Dat wil gewoon aangeven dat jij je zorgen maakt over de apartheidssamenleving die eraan ontstaan is. Ik heb een Davidster op mijn Facebookpagina, of op mijn Facebookprofiel heb ik een Davidster ingesteld. En je wil niet weten wat voor een bagger er over je heen komt als jij gewoon een reactie geeft op iets. En dan beginnen ze dus over jouw Davidster, hoe dat ik geen reactie kan geven omdat ik een Davidster heb. En dan zeg ik, en nou is, komt er dus over 12 dagen een apartheid in Nederland op basis van een groen of een rood scherm in een app. En dan heeft dus de hele tijd die basis, Davidster, met recht op mijn Facebookpagina gestaan. Want dat is wat ik zag gebeuren en waar ik me inderdaad zorgen over maak. Wat ik wil duidelijk maken via die ster. Nou, en met, ja, de mensen die gaan er zo los op. En ik weet niet wat hun verteld is, dat ze daar zo... slecht tegen kunnen. De beste manier om de Tweede Wereldoorlog te herinneren is om het niks te vergelijken. Om het nooit meer om er nog een keer vol in te gaan. Zeg maar. En iedereen af te blaffen die zegt van, hey jongens, waar zijn we nou mee bezig? Dat lijkt wel heel erg op de vorige keer. Ja, je mag alleen het herdenken met 1 minuut stilte op 5 mei. En verder mag je er niet over hebben. Ja. Nee, en er staat dan, het heeft niks ermee te maken met... met de Jodenster. Het heeft niks met de Holocaust. Ja, sorry, ik was even de Holocaust. Moest ik even opkomen. Het heeft niks met de Holocaust te maken. Wat heeft het dan met de Holocaust te maken? Ja, we zijn pas in het tweede jaar. De tweede winter gaan we nou in met die COVID. Dus heel die Holocaust duurde ook meer dan een paar jaar natuurlijk, hè? Iemand gooit de Godwin erin. Flabbergast. Oh. Dankjewel. Ja. Nou, dat hoef ik niet meer te doen. Ik zal verder, Josje, ga verder. Nee, maar het moet allemaal nog maar blijken hoeveel mensen... Peter geeft net 1 miljard doden. Ik denk dat dat een beetje aan de ruime kant is. Maar wie zegt dat het niet kan gebeuren? Ik bedoel... Er zijn zoveel mensen die nou zo'n prikje hebben gehad. Ik ben er niet gerust op dat het deze winter helemaal lekker gaat. De vraag is een beetje, wat zou er kunnen gebeuren? Wat zou je kunnen bedenken dat er zou kunnen gebeuren? Dat mensen zeggen van, oh, nou gaan we eens even, we gaan ze geen wappies meer noemen. We gaan toch eens even serieus luisteren wat die lui te zeggen hebben. I-gulden naar een euro. Yoshi. Ja, nee, maar zo is het wel. Als een i-guld op een euro staat, dan kom ik morgen bij de blauwe tijger op tafel. Ja. Dan willen ze hem allemaal hebben. Want die moet er nog een nieuw dak hebben bij de blauwe tijger. De blauwe tijger luistert ook niemand naar. Ook dan niet. Nee, maar in ieder geval gaat het. Het heeft wel een signaalfunctie in zich. Maar iets anders wat het zou kunnen doen. Ik denk dus dat het heel weinig is. Ik denk dat het heel moeilijk wordt. Als mensen het echt niet willen zien, want dan kun je ze dus ook zeggen van ja,
de ongevaccineerden hebben die miljard doden veroorzaakt. Want corona, zie je wel dat het super link is. Niemand die dan in de gaten heeft dat het door die prikjes komt. Dus als je op een gegeven moment een bepaald level voorbij bent, en daar zitten we nu wel zo'n beetje, want de hoeveelheid bullshit is echt spat tegen de muur omhoog. Maar ja, dan kun je op een gegeven moment inderdaad alles wel gaan verzinnen, lijkt me dan. Die president van Amerika, die slaapt wel verder. Hè? Ik denk dat ze inderdaad ook steeds weer wat anders verzinnen. En tot nu toe komen ze overal mee weg. Ook contradicties. Het gewoon het Wuhan-virus zelf researchen. en dan de hoofd van de verdediging zijn. Dus ja, ik weet niet meer wat er nog mogelijk zou kunnen zijn. Dat mensen wakker worden, zeg maar. En ik denk, ja, als er een miljard doden vallen, zouden ze dan wakker worden? Ja, ik ben dus nu op dit moment op schulden.nl ben ik met een verhaal bezig waarin ik uitleg dat het met i-gulden kan. Overigens wordt nog gereageerd in de chat, er staat vijand, zie ik. Joop de Nijl was een fan van Hitler, als we het toch over de guilty by association hebben in de stijl van Joop. Ja, later is hij daar weer van teruggekomen hoor. Maar... ik wist niet dat hij het in het begin wel was. Maar ja, het zou natuurlijk goed de socialist. Tijdens de Tweede Wereldoorlog toen hij jong was. En later noemde hij het een jeugdzonde. Maar, Joop die wordt nu wel aangeklaagd, hè, om dit artikel. Want die viruswaarheid is er achteraan. Okay. Ja, wat zegt hij ook, je staatsvijand. En dat kwam omdat hij Hitler niet... Omdat Hitler niet begon met joden vergassen, maar collectivisme, kinderbijslag, werkloosheidsprojecten, verplichte zorgverzekering. Inderdaad, zoals in Nederland, ook onze zorgverzekering heeft ook een basis in de Duitse bezetter. Dus wij hebben geen Obamacare, maar Hitlercare. En mensen denken dat het inderdaad zo simpel is dat een dictator of zo'n figuur gaat zeggen van oké, ik ga naar de totalitaire macht grijpen en dan ga ik een heel ras uitlopen roeien of zo. Of ik ga een heleboel mensen ook uitlopen roeien. Dat, over het algemeen gaan ze zo niet te werken. Nee, ze gaan vaak alleen die andere mensen uitroeien, zodat het voor hun mensen dan goed kan gaan. En als ze dan uiteindelijk verliezen, dan is iedereen dood. En dan zeggen ze, ja, kijk eens wat hij gedaan heeft. Ja, en ook is het zo van... meestal wordt er dan gezegd van, ja, we gaan eerst alle Joden naar Madagaskar verschepen. Ik hoorde laatst iemand in Duitsland, die zei dat al een beetje, ook als vergelijking, die zei, het ongevaccineerde vraagstuk. Wat doen we met de ongevaccineerden? En dat was natuurlijk ook het Jodenvraagstuk. Wat doen we met de Joden? En dat is, toen kwam er ook iets van, ja, misschien moeten ze allemaal naar Madagaskar sturen. En nou is er al iets van, misschien moeten ze allemaal in een quarantainekamp zetten, de ongevaccineerden. Thierry Baudet had het toch ook genoemd, Madagaskar, in een of andere tweet of zoiets. Ja. Dat was toch ook weer een hoop ophef. Ja, maar ik bedoel, het begint altijd een beetje soft en dan langzamerhand escaleert het steeds verder. Je moet dus niet meegaan in het taalgebruik. Je moet gewoon blijven herhalen. Nee, het is geen vaccin. Het zijn geen besmettingen. En dat is dan puur dit. Of er zijn geen massavernietigingswapens. Het zijn geen terroristen. Het zijn door het Westen betaalde rebellen om die president daar af te zetten. Zodat er een oliepijpleiding gelegd kan worden. Of whatever, dat het verhaaltje... gaat, maar ja, je moet je erover uitspreken, want als je het niet doet, dan nemen ze dus heel langzaam het hele domein over, totdat overal alleen nog maar geschreven staat, dit is de waarheid en je mag er niet anders over denken of je bent een domestic terrorist. Ja, het is altijd een punt dat sommige woorden lijken niet meer terug te winnen, hè. Het woord kapitalisme bijvoorbeeld, dat is nog heel moeilijk terug te winnen. Gewoon omdat mensen er toch wat beeld bij hebben. En je ziet ook dat in het verleden dat die woorden vaak opgegeven zijn. En misschien had je dat niet moeten doen. Maar een woord als liberalism, dat was natuurlijk eigenlijk... Je had classical... Liberalism was eigenlijk classical liberalism. Maar die liberalism werd steeds meer een woke... nog voordat de woke, maar werd steeds meer sociaaldemocraten. En
En dan zie je dat, dat die anderen zeiden van, nou, dan geven wij liberalisme maar op en dan worden wij maar classical liberalism. En ja, libertarisme is er eigenlijk ook zo bijgekomen. Het is omdat je gewoon steeds terrein verliest en woorden verliest en dan maar weer een nieuw woord moet verzinnen, omdat je gewoon niet kunt communiceren anders met mensen. Ja, precies. Ja, en dus is het best wel zorgelijk om te zien hoe dat er heel veel woorden verloren gaan, zoals pandemie en vaccin en zo, en besmetting. En dat iedereen dat zomaar opgeeft. En op die manier de controle op het leven van de toekomst eigenlijk gaat sturen daarmee. En dat is toch wel... Anti-vaxxer ook. Hè? Anti-vaxxer, dat is iemand die tegen verplichtingen verplicht vaccineren is. Dus elke libertariër is een anti-vaxxer geworden opeens. Hè? Ja. Komt een labtext binnenzeilen. Kijk naar Victoria, Australië. Daar willen ze ongevaccineerden compleet buiten de maatschappij plaatsen. Je kunt dan helemaal niets meer. Een nieuwe untermenschen. Ja, dat is heel erg... Australië en Nieuw-Zeeland is heel... En toch ben ik wel echt benieuwd hoe dat dan in de praktijk gaat. Of het niet gewoon een soort dansen met Jansen, maar dan omgekeerd is. Een hoop dreiging. En uiteindelijk... Want wanneer gaat het allemaal in? Wanneer gaat dat werken? Nou, je ziet wel, we hebben zo meteen een bericht erover, hoor. Over Nieuw-Zeeland, dat er heel veel mensen in de bak zitten. Maar daar komen we zo meteen. Ik had trouwens nog een kleine opmerking. We hadden vorige week, hadden wij Daniel toch in de show. Nee, wie was het? Jurjen. Jurjen in de show, die vertelde over zijn boete die hij had gekregen bij de Belastingdienst, onterecht. En Rutte zat nu dus wel te vertellen van ja, Nederland is een van de beste economieën, presterende economieën van de westerse wereld. Ja. Dus ik denk toch dat daar nog wel iets in mee heeft gespeeld, hoor. Ja. Als hij dat zegt, dan moet je tegenovergestelde denken. Dan zijn we eigenlijk een van de slechtst presterende. Nee, maar ze hebben dus die cijfers opgekookt door iedereen zo'n boete te geven. Hebben ze gedaan alsof dat er heel veel gebeurt. Precies, toch? Ja. Ja. Aan de andere kant gooien ze het weer over de balk. En daar loopt Rutte nou mee op te scheppen. Maar we gaan even naar Joe Rogan toe. Podcaster Joe Rogan, die had corona en die is heel snel weer beter geworden. Hij heeft daar een Instagram post over gedaan. Dus je zou zeggen, nou, iedereen blij. Maar nee hoor, hij kreeg een hele shitstorm over zich heen. Want hoe durfde hij alternatieve geneesmiddelen zoals ivermectine te gebruiken? Ja, te noemen zelfs. Het was eigenlijk... ja, dat is ook weer prachtig. Joe Rogan is daar overigens... het is natuurlijk een hele verhaal van de paardenontwormingsmiddel en de dansleraar en zeg maar die termen die ze gebruiken om iemand of iets gewoon in de naam met een label iets negatiefs te geven. En als jij wortels eet of havermout, dan eet je paardenvoedsel. Ja, inderdaad, ja. En daarom moet je misschien wel ivermectine gebruiken. Ja, als je antibiotica neemt, dat wordt ook bij kippen gebruikt. Dus ja. Kippenmedicijn, antibiotica. Ja, het is allemaal de narrative controleren. En gewoon liegen. Hè? Maar nu.nl kan je natuurlijk verwachten. Maar er is echter geen bewijs dat dit medicijn een gunstig effect heeft bij coronapatiënten. En kan bovendien schade veroorzaken. Ja, het kan schade veroorzaken als je er een kilo van eet. Als je 100 van die spuiten zet. Dan heb je ook schade inderdaad, het vaccin. Ja, dit was trouwens de bewuste Instagram post. Maar zoek het zelf maar op. Nee, en er is gewoon wel onderzoek geweest dat het enorm helpt. Ja. Dus ik begreep dat Joe Rogan misschien CNN gaat aanklagen voor alle onzin die ze verkondigen. Nou, misschien Rolling Stone, want die kwam met een bericht. Ja, Rolling Stone, dat was helemaal... Want daar wilde ik het ook nog even over hebben. Die hadden een bericht geplaatst even kijken hoor, dat er in een ziekenhuis in Oklahoma, die zou overspoeld zijn met mensen die een overdosis ivermectine hadden genomen. En dat was zelfs zo erg dat ze mensen met gunshot wounds, moesten ze buiten laten staan. En daar werd dus specifiek ziekenhuis genoemd en geloof ik een dokter die daar
kom aan het woord die daar, geloof ik, daar zat. En toen is het desbetreffende ziekenhuis is dus naar buiten gekomen met een verklaring dat ze helemaal geen mensen met een overdosis ivermectine hebben gehad. Nog nooit. En dat ze altijd mensen die daartoe kwamen, ook mensen met gunshot wounds, hebben ze altijd kunnen behandelen. Niemand hoeft er buiten te staan. En ze kenden die hele dokter niet. Nou, die dokter had al 2 maanden niet meer gewerkt voor ze. Oh, sorry, dat was, ja, sorry. Oh, dan doe ik fake news. Dat was het. Maar het is inderdaad, Glenn Greenwald zegt hier ook over, the only reason Rolling Stone is calling this an update, as opposed to what it plainly is a retraction, is because liberal outlets know that their readers don't care at all if they publish fake news, as long as it's done with the right political motives and goals. En dat is inderdaad zo. Ja, je noemt het gewoon op paarden, want Joe Rogan die zegt ook van ja, maar ze moeten toch wel weten dat het geen paardenontwormmiddel is, dat het in 2015 de Nobelprijs heeft gewonnen voor medicijnen, voor menselijke toepassingen. Ja, dat weten ze misschien wel, maar dat maakt ze niet uit. Liegen is geoorloofd bij deze media, als het maar met de juiste intenties is. Het is gewoon, keiharde manipulatie. Maar het is geen leugen, dat is het ding. Het is geen leugen. Er staat gewoon dat het ook voor gebruikt wordt om paarden te ontwormen. Nou ja, oké. En daar hebben mensen dan kennelijk een negatief gevoel bij, voornamelijk als je het op zo'n manier erin zet dat iedereen zegt, oh, paardenontwormer, nou, paardenontwormer. Ja, maar dit was nou duidelijk een leugen, want er waren, volgens dat ziekenhuis gaf het gewoon aan van, nee, er zijn geen overdosissen en er zijn geen patiënten geweigerd vanwege de overdosis of gunshot wounds figuren. En ja, dat nemen ze nog niet terug als een retraction, maar een update, dat het niet helemaal klopt of zo. En dat heb ik al vaker gezien, dat ze gewoon, wat was het nou laatste, ook eentje, werd het gewoon veranderd in out of context. Dus dat was ook een enorm bullshit verhaal. En over Biden die op zijn horloge keek tijdens de begrafenis. Er kwam gelijk iemand overheen van, ik weet niet meer welke, MSNBC geloof ik. Hij keek helemaal niet op zijn horloge tijdens de begrafenis van die soldaten van die bomaanslag. En toen haalden ze videobeelden erbij. Ja, dat deed hij dus duidelijk wel. Toen veranderden ze het van false naar out of context. Niet naar van het is true, want hij keek gewoon op zijn horloge tijdens elk like dat voorbij kwam. Nee, het werd veranderd van false naar out of context. En dat is gewoon, die fact-checkers, dat is werkelijk. It doesn't matter whether Joe Biden was looking at his watch or not, because his spirit was present in the moment. Ik zou nog best zo'n goede fact-checker kunnen worden, hoor. Ik kan er hele verhalen mee schrijven. Alleen dat je het dan precies andersom fact-checkt, dat je alle die fact-checkers tegen gaat. Nee, dat kan niet, want daar krijg je geld voor. Ja, je ziet ook dat alle factchecks altijd maar één kant op werken. Hè. Als je zo'n verhaal plaatst, dan komt er nooit een Facebook factcheck onder. Van, hé, er klopt niks van. Nou, had ik laatst toch iets van... er kwam met Charles Hutchinson nog mee, want die post al een paar keer boze filmpjes over mensen die zijn afbeelding gebruiken bij scams, weet je wel. Hij kreeg dan steeds die e-mails van, je had toch, beloning beloofd als wij dit en dat zouden doen. En dan kan hij wel zeggen, jullie zijn in een scam getrapt, want ik heb dat nooit gezegd en wij geven nooit geld weg. Maar goed, in ieder geval, hij had toen een oproep gedaan aan YouTube en Facebook en noem maar op, van jongens, jullie zijn heel goed in mensen aanpakken. Als ze maar het woord ivermectine noemen of corona, dan zijn jullie er als de kippen bij om dat aan te pakken. Die zijn ook heel goed in mensen die de mond snoeren omdat ze voor Trump zijn. Kunnen jullie niks aan al die scammers doen op Facebook en YouTube en noem dat Twitter? En dan had hij dan gewoon een reactie gekregen van nee, dat kunnen we niet. Dat is tegen onze policy in. Nou, het punt is dat die mensen kopen advertenties in op YouTube. Ja.
En die spelen dan een livestream af die de Cardano Foundation zelf online heeft gezet. Ja, ze doen dat met al die andere coins en zo. En al die andere coins, de Ethereum Foundation doet hetzelfde, ja. Want die hebben een bijeenkomst en die filmen dat live. En er is dan iemand captured die meeting en die koopt op YouTube advertentieruimte in. En YouTube gaat dan gewoon in zijn algoritme bij iedereen dat videootje doen. En dan spelen ze dat filmpje af met die meeting. En op daaroverheen projecteren ze een tekst. En daar staat, hallo, ik ben Vitalik Buterin. En ik verdubbel al je Ethereum. Als je mij er één stuurt, dan stuur ik je er twee terug. Ja. Nou, en dan zijn dat zo dus ben gewoon jij die Ethereum kwijtgeraakt. Ja, ja, en dat, proberen te verhullen. Nee, op die manier ben ik nooit geld kwijtgeraakt. Dat is me nou nooit overkomen. Maar ik heb wel in de e-gulden hebben we het ook al een keer gehad. En er zijn dus mensen die sturen dan hun e-guldens daar naartoe. Ja. Maar ja, daar wordt er niks aan gedaan. En dan zijn er mensen die... Hey, wat ook nog wel apart is, dat van ivermectine zijn natuurlijk een heleboel onderzoek is er bekend. En het is geloof ik niet met een controlled random test. Dus het is niet echt een heel professioneel onderzoek, maar dat is ook niet gedaan, omdat daar niemand in geïnteresseerd is om dat te doen. Ik geloof zelfs dat de maker van ivermectine heeft neergezegd van ho, zo snel, het bewijs, het is nog niet bewezen dat het werkt, omdat zij ook duurdere shit verkopen. De ivermectine is heel goedkoop. Die ze waarschijnlijk liever slijten. Ja. Maar het rare is dat er nou in Israël, de Jerusalem Times, die post een bericht van we gaan nu de lange termijn gezondheidseffecten van Pfizer vaccins onderzoeken. Er is toch ook een reactie van bij de hele wereld is al ingeënt met dat spul. Nou gaan ze de lange termijn gevolgen daarvan onderzoeken. Dat is ook wel lekker. Dat betekent dat als het onderzoek daarvan bekend is, dan betekent het dat je gewoon, dan ben je 30 jaar verder misschien of zo. Dan is echt iedereen al ingeënt. De grootste diehards, die hebben het dan nog, die zijn al bezweken. Die zijn allemaal naar Lieberland verhuisd. Ja. Dus je hebt één medicijn dat bewezen werkt. Daarvan, er wordt gezegd een paardenontwormmiddel. En één medicijn waarvan ze het beginnen te geven. En dan pas na het inenten van miljarden mensen een langetermijn schadeonderzoek gevolg gaan doen. Ja, maar paardenontwormen klinkt wel veel viezer eigenlijk. Als vaccin. En vooral als je dan van die mensen op de televisie vaccin. Ja, dan denk je, ik heb wel een privilege dat ik deze prik mag ontvangen. Overigens, de developer of ivermectine begins met, ze komen met een anti-covid-pil. Ja. Wordt door de bocht gezegd. Ook een berichtje. Ja. Leuk. Ik geloof dat Pfizer er ook mee bezig is. Ze zijn allemaal met pillen bezig ook. Dus dan willen ze. Die willen ook wel. En dat wordt natuurlijk dan veel duurder. Want ja. En dan moet je ook elke dag nemen. Ja, die van Pfizer geloof ik. Moet je elke dag een pil nemen. Het is waarschijnlijk een stuk duurder. Dan kunnen ze toch een beetje een verdienmodel overeind houden. Voor al die mensen die bang zijn voor naalden. Ja. Maar niet voor elke dag een pil slikken met chemicaliën erin. We hadden nog eentje hier, bloedtest in de VS. Daar blijkt uit dat er eigenlijk al massa-immuniteit of herd immunity bereikt is. Iets wat ze natuurlijk al hele lange tijd geleden in Urkel hadden. Hè? Dan hadden wij al een bericht van, nou, het lijkt wel of zo'n Urk al immuun zijn. Hè? Maar nu zie je dat dus meer dan 80% van Amerikanen, 16 jaar en ouder, hebben immuniteit tegen het coronavirus. Uit een bloedonderzoek. Ja, dus het is ook wel begrijpelijk natuurlijk dat
als veel meer mensen immuniteit hebben dan gevaccineerd zijn. Omdat dat gaat normaal gewoon zo, zo. Het verspreidt zich en mensen bouwen immuniteit op. En de lichtste varianten verspreiden zich het hardst, want dan worden mensen het minst ziek van. Dus die blijven in beweging. En die lichtste varianten, die krijg je dus het wijd verspreid. En daar bouwen mensen immuniteit mee tegenop, die ook werkt tegen die zwaardere varianten. Die dan helemaal niet meer verder komen, omdat die stuk lopen op immuniteit opgewekt door die lichtere varianten. Ja. Ik was even naar die Joe Rogan aan het luisteren. Ik zat niet op te letten, jongens, sorry. Ja, het is een heel kort filmpje. Hij legt uit dat hij zich ziek voelde. En ja, het had toch een test gedaan. Toen bleek positief te zijn getest. En toen, nou ja, toen is hij zijn kastje gaan kijken. En zo waren er zat ivermectine en nog wat pilletjes. Ja, hij heeft een hele lijst met spullen. Ja, en toen was hij binnen no time, voelde zich beter. Ja, ik had zelf gewoon zink en vitamine D. En tegelijkertijd heeft hij geen last meer van paardenwormen. Ja. Nou, ja, ik had zelf, toen ik het had, had ik gewoon zink, vitamine D. En god, dat spul nou. Nog een of ander spul met een moeilijke naam. Curacetine of zo? Het bleek gewoon uiteindelijk zo'n worm te zijn van 16 meter die in zijn darm zat. Die had hij van paardenvlees. Gelijk een kilo afgevallen. Ja. Maar gelukkig met ivermectine ben ik er vanaf. In ieder geval, ja, we hebben nog een ander berichtje. Er zijn nieuwe details bekend over de... Ja, goed, in ieder geval, het komt erom neer dat Fauci gewoon had gelogen. En daar is hard bewijs voor. Dat heeft de Intercept bij elkaar geraakt. Nou, wie had dat nou verwacht? Jo, ja. Fauci die liegt. Het zal toch niet voor het geld geweest zijn, Johan? Ja, dat vind ik het hele rare. Dit is natuurlijk iets met dat Intercept. Daar werkte ooit, was dat de club van Glenn Greenwald. Daar mocht hij naartoe toen hij er eigenlijk uitgekikt was. Want hij had natuurlijk die Snowden naar voren gebracht. En toen was hij weggekikt. Nee, je kan gewoon nog bij die eBay miljardair. Die gaf dan, weet ik veel, 500 miljoen ter beschikking. Achterlijk bedrag om die perstoestand op te zetten voor hem. En dan denk ik wel, volgens mij de overheid schakelt die miljardairs in om dat soort probleemgevallen in te dammen. Hier heb je een hele hoop geld en een eigen ding. Mediabureau. En uiteindelijk is hij door zijn medewerkers eruit gekeken, uit zijn eigen toko. Die Intercept. En dat is natuurlijk wel verdacht. Ik heb het idee dat het gewoon allemaal stooges zijn die er. Je krijgt gewoon je eigen bedrijf. Er worden gewoon 100 controlled opposition om je heen gezet om je gewoon in te dammen. Dat is bij hem niet gelukt. Dus hij is toen ook weer uitgegooid. En nu zit hij bij Substack. Maar het rare is dat die lui van Intercept, die hebben dan toch wel weer 900 pagina's materiaal opgevraagd via zijn FOIA request. Openbaarheid van Wopverzoek, ja. Wet Openbaar Bestuur Nederland. En uit die documenten blijkt, als ik het zo goed begrepen heb, dat Fauci wel degelijk dat virus, dat onderzoek gesteund heeft om die virus te enhancen. Wat hij noemt het dus zelf niet dat het virus enhanced werd. Dat zegt hij. Hij zegt, ja, ik heb het onderzoek wel gesteund, maar het was geen virus enhancement. Het was een ander onderzoek. We onderzochten geen virus, want dat mag niet. Dus dat heb ik niet gesteund. Ja, maar ik dacht dat hij daarvan zei van, ja, het geld voor iets anders uitgegeven. Ja, en dan kan natuurlijk gebruiken dat het geld dat daarmee vrijkomt, dat zij daar dat virusonderzoek mee doen. Maar dat het nou blijkt dat hij dat wel degelijk direct gefund had. Maar ik moet zeggen, ik heb het niet helemaal gelezen dit, wat er nou uitkwam. Nee, ik ben ook niet compleet op de hoogte. Titled Understanding the Risk of Bad Coronavirus Emergence outlines an ambitious effort led by EcoHealth Alliance President Peter Daszak. Nou, dit is ook een bekende speler. Die als expert werd aangeroepen om aan te geven dat het totale leugens waren.
Peter Daszak to screen thousands of bed samples for novel coronavirus. The research also involved screening people who work with live animals. The document contains several critical details about the research in Wuhan, including the fact that the key experimental work with humanized mice was conducted at the BioSafe Level 3 lab and not in the Wuhan Institute of Virology, as was previously assumed. Ja, dat is dan een minder veilig lab? Of? Ja. Ik weet, dat is een vraag, dat weet ik niet. Ja, ja. Dat, ja, tenminste, ja. Dat maakt uit de tekst op, ja. Ja, ja, volgens sommigen is het ook onzin geweest dat het per ongeluk uit een lab is. Kijk, als je de timing van dat event 201 erbij kijkt, dan kan het haast niet een toeval zijn. Nee. Het zou heel toevallig zijn als dat er vlak daarna komt. Maar ja, het is ook wel toevallig dat dat onderzoek verboden was in Amerika en dat er dan geld naar China gaat, een van de lab waar ze toch wel onderzoek doen wat daar heel erg op lijkt. Maar dat was dat was eigenlijk ergens anders voor. Dat was niet om de wet te omzeilen. Zo. Nee, precies. Maar het is wel logisch dat ze dat zouden doen om de wet te omzeilen. Want dat ligt wel voor de hand, ja. Ja. Anders kan je het ook gewoon in de Fort Dietrich doen. Ja, we zullen het nooit helemaal precies te weten komen, ben ik bang. Hoe dat het nou precies zit. Maar ik denk wel dat het op een gegeven moment duidelijk wordt dat het in ieder geval anders is als tot het heden heel veel mensen dachten. Ik weet nog dat ik in het begin van deze crisis met iemand over Fauci had, een Nederlander. En die wist mij te vertellen dat Fauci was iemand van onberispte ethische en wetenschappelijke prestige. Dat was echt, als je daar aankwam, dan word je een knettergek als je dat in twijfel trok. En nou, die heeft gewoon zijn vingers in alle pappen ongeveer die er zijn. Het is een soort Mr. 10%, zoals Biden is, zeg maar. 10% voor de big guy. Volgens mij heeft hij overal zijn vingers in en dan weet je bijna zeker dat als er ergens een virus weglekt, dat hij dat gefinancierd heeft. Of dat hij daar iets mee te maken heeft. Ja. Zijn leven is een groot damage control geworden, denk ik nou. Ja. Nou, ik zeg al, ik ben heel erg benieuwd hoor, wat er in de komende 4 maanden zo nog gaat gebeuren. Want volgens mij kan het nog wel spannend worden. En daarmee bedoel ik van ook dat dus bijvoorbeeld zo'n Fauci. Ze hebben nu sinds deze week heeft de Club Viruswaarheid. Hebben nu de mensen persoonlijk gedagvaard voor hun betrokkenheid bij deze gang van zaken. Waaronder Marion Koopmans. Mm. En die hebben ze dus ten laste gelegd dat ze. Ja, ik zal even de video erbij pakken, anders zeg ik allemaal weer dingen. Maar ik was vandaag. Live, denk je dat daar wat uitkomt? Je moet er naar een overheidsrechtbank toe en daarmee is het afgelopen, denk ik dan. Ja, toen ik Willem Engels sprak, een paar weken terug, ook op wat ik toen ook gestreamd had. Toen vroeg ik ook nog van, is het idee misschien niet dat jullie, tenminste mijn gevoel wat ik heb is van, doen jullie niet gewoon een tsunami van rechtszaken om zo het systeem, zand in de radar te gooien, zeg maar. Ja, dat was dus zo. Ja, maar je moet ook gewoon die zaken voeren, omdat als je dat niet doet, dan ben je het er sowieso mee eens hoe dat het zich afspeelt. Ja, dat ook. En ik denk dat het toch wel, ja, op een gegeven moment als de aap eenmaal uit de mouw komt of zoiets. Dan moeten er toch ook consequenties aan deze periode. En dan moet er toch ook van geleerd worden van die fouten, lijkt me. Dus er moet ook een verantwoordelijkheid. Zoals met de Belastingdienst en het schandaal ook enorm van geleerd is. En de koppen gerold zijn. En daarna kwamen die koppen weer terecht in een andere dikke functie. Ja, maar ook met dat hele belastinggebeuren. Ja, dat raakt ook iedereen en dat moet ook een keer worden opgelost. Maar nog steeds als dat zo'n belastingfraude, hoe heette dat nou? Het was geen belastingfraude, maar toeslagenaffaire. Als dat dan aan het licht komt, dan
is dat toch voor 99% van de mensen nog steeds een ver van mijn bed show. Terwijl dat dit corona-verhaal, hè, ondanks dat iedereen dus belasting betaalt, maar dit corona-verhaal, dat gaat nou binnenkort. Iedereen die een biertje wil drinken in het café of naar de bioscoop wil gaan, die krijgt ermee te maken. Dus dat raakt veel meer mensen. Ja, wat gaat er nou precies gebeuren die 20 september? Want ik heb dat niet zo gevolgd. Ik woon in Servië, dus ik hoor het wel. Ja, maar ik heb het idee dat jij het beter weet dan ik. Volgens mij is op 20 september is het dus niet meer mogelijk om entree te verschaffen tot publieke plaatsen zoals restaurant. Maar restaurant had te maken met de omvang, hè, had het te maken. Dus grote zaken kon je dan niet meer in of zo. Restaurants, bioscopen en dat soort shit. Maar ik weet het dus, ik weet het niet, want ik zeg nou... Misschien moeten we volgende week maar even aandacht aan besteden hoe dat nou precies zit. Ik denk dus dat het op het laatste moment afketst en dat ze het alleen maar gebruiken om dus mensen weer zo'n vaccin, geen vaccin is, aan te smeren. Ik merk nog wel dat er nog aan gesleuteld wordt, want de ene keer is het dan, eerst zou het alle restaurants zijn, dan werden de kleine restaurants weer ontzien en bla bla bla. Ik denk dat je bij de McDonald's takeaway mag je zonder masker, denk ik. We zullen zien. Kom je toch weer bij de McDonald's terecht, hè? Dan staat er zo'n McDonald's werkgever met zo'n haak van 1,5 meter die het dan zo aangeeft. En dat mag dan. Nog net veilig. Maar we gaan nog even naar de aliens. Want als het goed is, moeten jullie wel heel veel mensen kennen in jullie sociale omgeving die er wel eens eentje hebben zien vliegen. Ik heb ze iedere avond op bezoek hier. Oké. Okay. Ja. Oh, dus dan ben jij die 1 op de 3, zeg maar. Ja, ja, iemand moet het doen, hè, Johan. Ik zal eens kijken wat ze er deze keer over schrijven. 1 op de 3 Nederlanders zegt er wel eens eentje te hebben zien vliegen. Oh ja, hier staat het. Lijkt me bijzonder hoog. En ik heb het idee dat dit ook weer zo'n verhaaltje is dat er ingebracht moet worden. Omdat die aliens, dat moet ook een thema zijn dat moet door blijven draaien. En je zou dat haast vergeten met de pandemie en de stikstofcrisis en de climate gate. En dan moet geldt een Star Wars programma of zo. Moet er even wat... Wilt de aliens doorheen gepompt worden? Dat je straks weet van we worden gestuurd vanuit de One World Government die in een baan om de aarde zit. En One World Government je moet niet veel vragen stellen. Je kan het ook niet. De aliens te beschermen. Zoiets. Sorry? De One World Government is er om ons tegen de aliens te beschermen. Nee, de One World Government wordt gerund door de aliens. En die hebben ze ook. Zulke enorme wapens dat we nou eenmaal moeten gehoorzamen. En ze willen allemaal dat we een mondkapje dragen en een vaccin nemen en een QR-code scannen. En als jij... Ik denk eerder dat ze dat doen van... ze willen ons beschermen. Nee, dat zullen ze wel zeggen. Dat wij vernietigen onze planeet met CO2 en dan moeten we... Nee. Daar moeten we wat aan doen van de aliens. Dus, ze willen ons beschermen tegen invasie. Dat is het. Dat is het punt is een beetje dat voorheen had je God. En God was iets vaags, groots, machtigs. En iedereen moest God gehoorzamen. En Mohammed was zijn profeet en die vertelde je wat God wilde. En dat gaf de gewone man de leverage van het concept God. Maar God is een beetje aan het verdwijnen. En aliens zou daarvoor in de plaats kunnen komen. Want je kan gewoon zeggen, we hebben weer een aardse president. En die zegt, van, ik heb contact met de aliens. Net zoals als de paus contact heeft met Jezus. En dan zegt hij, de aliens willen dit, dit en dit en dit. En jullie kunnen niet met de aliens praten. Net zoals vroeger, de gewone man kon niet met God praten. Omdat de Bijbel niet in het Latijn vertaald was. Joe Biden kon wel communiceren met de aliens. Dus de communicatie zat bottleneck bij de priester. Die dan ging uitleggen, die ging interpreteren wat God nou wilde. En dat kan met die aliens ook prima. Want dan, die aliens die willen van net zo wat God wil. Maar als je nou precies wil weten, dan moet je even naar Mark Rutte gaan. En die kan je uitleggen, want die praat dan... in het geheim met die aliens. Die willen ook niet dat dat openbaar wordt en zo. Ik zie dat wel werken, hoor. Ja, het zit wel wat in, ja. Maar dat verklaart dan ook waarom Joe Biden allemaal van die wartaal uitslaat. die staat nu te dicht bij de aliens. Die wordt dan overgenomen terwijl dat hij in die stoel met Israël
Heb je dat gezien, dat filmpje? Wordt dat omhoog gebeamd. Nee, heb ik niet gezien. Valt hij in slaap? Oh, dat heb ik wel, ja, dat heb ik wel gezien. Hij is zo trans, dan heeft hij contact. Ja, of hij wordt ontvoerd door aliens natuurlijk op dat moment. Zijn ziel wordt even eruit gezogen. Hij viel niet in slaap uit de context. Hij werd gekidnapt door aliens. Jongens, ik ga wel wat eerder naar bed toe. Dus ik moet er ook even een eindje aan brouwen. Nou, kies jij de laatste, Peter. Nee, nog twee. Ik vind deze politiepak 9 man op tussen geschrokken naakte strandgangers op de Maasvlakte. Ik weet niet waar het over gaat. Dat wordt uit het artikel ook niet duidelijk. Maar politie met getrokken wapens rende op een naakt strand af en arresteerde naakte mannen uit die zich hadden misdragen of zo. Het was ook weer het verhaal. De politie daadwerkelijk een van de verdachten naak in de boei heeft geslagen, kan de woordvoerder niet zeggen. De mannen zijn aangehouden vanwege verdacht gedrag. Maar wat dat inhoudt is niet duidelijk. Dus ook zelfs nu.nl weet, ja, eigenlijk kunnen we niks mee. Maar het is wel een beeld, zeg maar, met gewapende politie die een stel naakte mensen arresteert. Een beetje zo'n slapstick idee krijg ik bij, weet je wel. Charlie Chaplin met allemaal van die veldwachters met zo'n knuppel erachteraan. En niemand weet wat er echt aan de hand was. Volgende bericht is, terrorist Nieuw-Zeeland werd 53 dagen non-stop gevolgd door zo'n 30 agenten. Dus ze wisten van iemand, oh, die is heel gevaarlijk, is een terrorist, die wilde mensen vermoorden zo. En op een gegeven moment hadden ze hem vrijgelaten, hadden ze hem met 53 dagen non-stop gevolgd, met 30 agenten. En nog steekt hij gewoon in de winkelcentrum een hele hoop mensen neer. Uw belasting gaat aan het werk, Nieuw-Zeeland. Ja, hij had tot 3 jaar vastgezeten vanwege terrorisme. Ja, gerelateerde misdaden, maar was in juli vrijgenomen, want er was echt geen mogelijkheid meer om hem gevangen te houden. Maar terwijl ze in Nieuw-Zeeland wel gewoon, als jij je neus pulkt en je mondkapje afdoet, dan word je gelijk in de boeien geslagen ongeveer. Dus dat kan allemaal wel, maar een terrorist. 400 Nieuw-Zeelanders pas voor dat soort vergrijpen. Ja. Maar ja, een echte terrorist, ja, ze zijn gewoon met de handen gebonden op de rug. Het is zo'n vrij land in Nieuw-Zeeland, daar kunnen ze gewoon, zelfs een bewezen terrorist, die kunnen ze gewoon, rechtsstaat, hè. Het is gewoon echt democratie en zo, een vrijheid, ongelooflijk. Ik vraag me wel af hoeveel uren dat ik al gekost heb, hoor, voor mensen die mij aan het volgen zijn en zo. En zo'n documentaire die er zo, want ik ben dat allemaal weer aan het opschrijven, dus dan denk ik er allemaal weer aan. Van die mensen die je dan komen filmen en die er een heel verhaal over maken en zo. Die arme man van de AIVD die de hele tijd naar onze uitzendingen moet luisteren en alles ja, moet opschrijven maar ik denk, wat we zeggen. Dit soort berichten zijn voor ons wel slecht, Johan, want dat is, ja, dit is dan. Wanneer moeten we ingrijpen bij zulke radicalisten? Hè? Je ziet het nou in Nieuw-Zeeland gebeuren. Op een gegeven moment ga jij een keer naar de Jumbo toe en dan zeggen ze iets over je mondkapje. Ja, en je weet niet wat er gebeurt, hè? Overigens, in de laatste alinea staat natuurlijk altijd de boodschap. Staat, omdat de dader bij de aanval een mes gebruikte dat hij uit een schap had gepakt, hebben verschillende supermarktketens in het land besloten messen en andere scherpe voorwerpen uit het assortiment te halen. Dus het is gun control, knife control nou, hè. Dus gewoon, je kan geen... Ik kan geen mes meer kopen in de supermarkt. Nee. Oké. Dan gaan we nog even naar de Taliban toe. Want die houden nou een groep. Niet alleen deze groep hoor. Maar heel veel Amerikanen vast in ruil voor losgeld. Waaronder een groep van Glenn Beck. Ik weet niet of je die kent. Een beetje conservatief. Die is toch overleden, die Glenn Beck? Oh, niet dat ik weet. Maar... Oh. Misschien haal ik hem door de war met iemand anders. Ja, ik had het zo op zoek hoor, maar in ieder geval, Glenn Beck is een conservatieve, af en toe naar, wanneer het hem uitkomt, naar libertarisch neigende radiopresentator. Die in ieder geval, ja, is ook een beetje christelijk en die heeft dan zo'n groep, zo'n soort liefdadigheidsgroep, ga het zo even opzoeken. Maar die... Die zitten nou vast in Afghanistan, een paar van die medewerkers. En die worden dan gegijzeld in ruil voor subsidie, denk ik, hè?
Ik heb hier staan dat hij nog leeft. Ja, inderdaad, hij leeft. Ja, hij leeft nog, ja, naar mijn weten wel, ja. Ja, maar of hij er dan overleden is. De laatste iemand overleden, dacht ik. Zo'n, ja, ik weet wat niet. Heb je nog meer voor conservatief radio? Oh, ja. Ik vond het wel grappig, ik zat nog even naar die groep op te zoeken. God, hoe heette die ook alweer? Dat was wel grappig wat ik las. Maar ja, maar goed, dit is wel te verwachten. Kijk, ik denk dat deze natuurlijk het laatste in de rij staan. Want Biden is natuurlijk, of tenminste de Democraten zijn aan de macht. Dus ja, deze staan waarschijnlijk al helemaal als laatste in de rij om gered te worden. Toch? Ja, dat denk ik ook wel, ja. Maar hier staat dat hij dus particulier, dat vond ik wel mooi. Uit eigen zak heeft hij die vliegtuigen geregeld. En hij nam gewoon ook iedereen mee die er niet bij zijn club hoorde. Dus gewoon ben je ook Amerikaan, kom erbij. We hebben nog plek zat. Ja. Ik ben in de war met de Rush Limbo, dat was mijn warning. Even kijken, wat is de naam van die club van hem? Ja, goed, jullie hebben verder niks over te zeggen, neem ik aan. Nee, het is weer prachtig georganiseerd dit. Het hele verhaal is natuurlijk, ze geven die airbase, hebben ze als eerste opgegeven. Ja, dan kan je die hele stad niet meer verdedigen en het vliegveld ook niet meer. Wat heb je nog meer? Ghislaine Maxwell, dat is het, hè, het laatste. Ja, gaan we even naar Maxwell toe. Helaas, ik kan het even niet meer vinden, maar ik vond het wel grappig, want ik zat naar die groep te zoeken, maar die hadden allemaal bijbelteksten en dat kon je ook heel anders interpreteren. Dus wij zijn een radicale beweging, stond er dan. En we willen een revolutie brengen en dat soort dingen, als je dus op die groep ging googlen. Maar hun bedoelde natuurlijk een beetje catchy woorden van we staan ergens voor. Maar het waren gewoon een stel christenen die aan het evangeliseren waren, weet je wel. Maar die hadden wat woorden zoals revolutie en radicaal en dat soort shit. Dat is op hun webpagina staan als je daar naartoe ging. Ja. Even kijken hoor. De medewerkers van Ghislaine Maxwell, is besloten dat mag buiten de rechtszaak om, mag niemand dat weten wie dat zijn. Dat heeft de rechter besloten. Ja, ja, nou heeft ze goed voor elkaar, hè? Ja, nou wie zullen dat zijn? Ja, we zullen maar geen namen noemen, want anders dan wordt die stream volgende week niet uitgezonden natuurlijk. Ja. Nee, ja, wat moeten we van zeggen? Was te verwachten, hè? Het was te verwachten. We mogen natuurlijk niet weten dat Bill Clinton is en... noem maar dat? Prins Andrew, of wie was het nou? Andrew, hè? Ja. Ook zelfs, het is nog zelfs zo dat je dat... Veel van de dingen heeft zich afgespeeld op Brits grondgebied. En de Britse politie wil er geen onderzoek naar doen. Dus, Ja. Dat soort shit. Haar majesteit, Prins Edward. Ja. Andrew was het, hè? Andrew. Andrew. Ja, goed. Nou ja, dat is de gang van zaken. Zo gaat het. Nou, de rechtszaak gaat gewoon door natuurlijk. De namen die worden er nou buiten gehouden. En, het verdwijnt in een doofpot. Waarschijnlijk wordt die Ghislaine Maxwell heel wat beter verzorgd dan een Julian Assange. Ja, nou ja, ze schijnt er zelf een potje van te maken, want ze wil het toilet niet doorspoelen. Tenminste, als we het nieuws moeten geloven. Ja. Ja. Misschien houdt ze daar wel van. Je weet het bij zulke types niet. Maar ja, goed, ja, we zijn aan het einde gekomen. Yes. Ja.
We gaan een eindje aan brouwen. Ik wil nou ja, in ieder geval iedereen danken die geluisterd heeft. Dankjewel voor het luisteren. En uiteraard de deelnemers danken voor het deelnemen. Uiteraard zijn we de volgende week weer. En ik wens iedereen een vrolijke en vooral heel erg vrije week toe. En ik zou zeggen, toedeledokie.